8 maart 2019, 4:30, vrijdagmiddag. Even twee keer een shout-out. Natuurlijk aan alle vrouwen die kijken. Internationale Vrouwendag. Aan één vrouw natuurlijk een speciale shout-out. Hulde dat je hem ooit op de wereld hebt gezet. Lia Broers, de moeder van Lars van Velsum. Van harte gefeliciteerd! Ja, en op deze Internationale Vrouwendag zit er geen vrouw naast me. Maar wel de meest vrouwelijke type van FC Afkikken. Lars van Velsum. Hoi Lars. Ja, hi. Hi. Gefeliciteerd met je moeder. Ja, dankjewel. Zit ze te kijken? Nee, natuurlijk niet. Mijn moeder die doet niet aan social media. Maar waarom doe ik dan net... waarom zeg je dan dat ik een SO moet doen aan je moeder? Maar luister, je kan dus iemand niet feliciteren als diegene... Natuurlijk, maar ik had jou al gefeliciteerd. Maar waarom zeg ik dat op camera terwijl je moeder toch niet kijkt? Ja, omdat je anders niet weet wat je moet zeggen. Dat is bij de opening. Hoi Lars, hoi Nicky. En jawel. Twee vrouwen. Onze favoriete vrouwen. Nee, gewoon onze favoriete vrouw, Freysia Cousinho Arias. Aleta is ook wel een favorietje. Nou, als ze een keer langskomt in de studio, dan zou ze daarvoor een aanmerking kunnen komen. Ja, Aleta, als je een keer langskomt in de studio. Maar goed dat je er bent in ieder geval. En naast jou heb je alvast een stoeltje vrijgehouden voor onze knuffelturk, Jordi Amali. Feffi. Die staat in de file voor mij, dus die is onderweg. Dat meen je niet. In de file met zijn scooter. In de file, ja, ik wou zeggen, die woont iets wat om de hoek. Ja. Maar goed, en hier rechts een KKD afvaardiging. De trainer van Jong AZ, Koen Stam. Allereerst, hoe is het met je stem? Stem is goed. Ja, ik weet niet of je het van veel mensen hebt gehoord na afgelopen maandag. Ik zat te kijken. En als je wedstrijden van Jong AZ ziet, ja, dat is een soort veredeld amateurcomplex. Dus dan hoor je alles wat de trainers zeggen. En ik hoorde jou flink losgaan. Vooral tegen de spelers van Volendam, dat ze niet zo moesten zeuren. Nou, dat was richting de staf van Volendam. Oh, ja, die heb ik even aangepakt. Ja. Nee, maar ik kon gewoon thuis lekker. Ik zat gewoon te kijken. Ik kon lekker even meegenieten. Ja, die pakte ik even aan. Was even nodig. Maar goed, daar gaan we het zo uitgebreid nog over hebben. En ja. De grootste vriend van de show, Tim Reserveur. Ja, je lacht altijd, dus dat... dat is waar. Ja. We hadden dinsdag natuurlijk niet zo leuk nieuws over Almere City. Over de trainer die weggestuurd is. Daarover later meer. Maar natuurlijk over jouw knie. Want dat is vorige week vrijdag gebeurd. Voor de mensen die het nog niet weten. Sommige mensen dachten dat je spierpijn had. En waarom ik hier aan het strompelen was. Ja, we zien het hier een beetje op het beeld. Ik wist dat je deze ook nog erin ging gooien. Ik heb geen namen genoemd, hè, Freysia. Okay. Maar hier gebeurt weer iets met je knie? Of was het al eigenlijk toen beslecht? Ja, de kans is groot dat het donderdag al deels gebeurd is. Dat dit een knock-out was, zeg maar, van mijn knie. Wist je gelijk dit is... Nee, ik hoopte nog op dat er een binnenband of meniscus of zo... ik hoorde wel van alles kraken, hoor, daar niet van. Je hoorde alles kraken? Ik hoorde echt zeg maar, knakken, kraken, hoe je het ook wil. Dus dat voelde niet lekker, maar ik had al wat klachten van die knie. Dus ik zat al niet goed met die knie, want ik heb nog nooit aan die knie gehad. Maar sinds RKC 2 weken geleden... Toen, 3 weken geleden denk ik. Toen heb ik al wat klachten gehad, dus de knie was niet op zijn meest. Wat is je linker of je rechterknie? Mijn rechterknie. Ja. Ik heb er nog nooit iets aan gehad, dus je moet een beetje scheid aan. Je had die bal niet moeten meenemen met buitenkant rechts? Nee, dat is nog na dat moment gebeurd. Oké. Okay. Dus ik heb toen 7 minuten doorgevoetbald. Maar goed, 9 maanden hè? Ja, zo, schrijf nog even erin. Ja, nee, goed. Heel goed. Nou, dan zien we Tim in ieder geval heel veel hier. Gaan we door met het nieuws van de dag. Lars, afgelopen dagen. Ik vond het even moeilijk, maar ik zag vandaag dat Luigi Bruins heeft bijgetekend bij Excelsior. Vind ik wel leuk. Ja? Ja. Ik moest wat kiezen, dat vind ik wel leuk. En waarom vind je dat zo leuk? Gewoon, vind ik een leuke speler altijd en een goede speler voor Excelsior. Ja, is toch leuk dat we die in de Eredivisie hebben? Ik vind het altijd leuk. Ik ook. En eigenlijk ook wel mooi dat hij bij een club als Excelsior eigenlijk speelt, toch? Ja, toch? Past er wel goed bij. Daar kan hij uitblinken, dus dat is prima. Ja, voordat we naar het nieuws van Freysia gaan. Het orakel wil je complimenteren dat je andere kleding hebt gevonden. Oh, bedankt. Speciaal voor het voor de mensen die zitten te kijken, waar gaat het over? Vorige keer werd Tim lastig gevallen dat hij dezelfde trui aan had. Heel goed. Freysia, jouw nieuws. Ja, dat was eigenlijk meer van gisteren, maar dat Aflaai bij PSV gaat trainen. Ik vind dat het wel... Ibrahim Aflaai, ja. Ja, ik vind het wel mooi. Wat voor blessure heeft hij eigenlijk? Knie ook, toch? Knie, wat? Ja, knie. Kruisband, dat weet je niet. Nou, weet ik niet. Volgens mij heeft hij meerdere dingen aan zijn knie gehad. Ja. Maar ja, ik vind het wel sympathiek van PSV dat hij gewoon daar weer fit mag worden. Ja. En ik vind het sowieso eeuwig zonde een beetje als je naar zijn carrière kijkt. Ongelooflijk. Ja, dat is wel echt gewoon een speler waar ik altijd heel erg van kon genieten.
Dus dan is het sowieso al jammer dat het zo verloopt. En dan vind ik het wel, ja, krijg ik wel warme gevoelens bij als. Weet je wanneer ze in de laatste wedstrijd heeft gespeeld? Omarmd. Ja, ik heb geen idee. Dat is wel echt jullie? Een hele tijd geleden. Jullie enig idee? Nee, geen idee. Nee. December 2017. Ja. Voor Stoke City. Maar hij heeft dus sindsdien al dezelfde knieblessure of weet je wel? Nou, hij was ook altijd niet onomstreden daar, zeg maar. Nee. Daar. En voor mij is hij sinds afgelopen zomer of iets voor de zomer weer geblesseerd geraakt. Hoe oud is hij nu? 32. Hoe lang moet hij nog dan? Want hij gaat daarna meetrainen met PSV of? Geen idee. Ja, er zijn geen afspraken gemaakt of iets over een contract. Daar hebben ze niet over gehad. Hij gaat zich gewoon nu volledig focussen om gewoon weer fit te worden. Alleen al gewoon hem weer in dat trainingspak van PSV te zien, dat ziet er dan wel leuk uit. Ja, waarschijnlijk kan hij het niveau nog wel aan, denk ik, als hij weer fit is. Ja, als hij echt weer fit kan worden. Ja. Zo is het. Ja. Die knieën, terugkomend verhaal. Hè. We wensen hem in ieder geval het beste. Terecht wat jij zegt, Vreese, laten we hopen dat we hem nog een keer zien voetballen. Ja. Toch? Koen, jouw nieuws? Nou, ook niet van vandaag, maar ik was wel verrast deze week toen ik hoorde dat er bij Almere City is gebeurd. Dus, en dat niet over Tim, nee, toch? En, ja, dat was ook heel veel inderdaad, maar wat er met de trainer is gebeurd vooral. Nee. Ja, ja was jij eigenlijk geschrokken of niet? Ja, zeker, zeker. Voor mij waren het hele rare dagen, want maandag had ik de MRI en toen kreeg ik een uur daarna uitslag. Ja. En toen heb ik natuurlijk wat telefoontjes gehad, maar niet op de club geweest. En dinsdagochtend ben ik naar de club gegaan om gewoon naar de club te gaan. En iedereen een beetje te zien, want ik had er natuurlijk niet wilde plannen met die knie. En toen kwam ik daar aan en toen stond mijn keer de Santoni te praten met onze keeper Ethan Mari in de deuropening van zijn kantoor. En ik zag wat is aan de hand, weet je wel. Ja. Ik dacht dat ik even zielig was, zeg maar. Dat hij ging iedereen een hand geven. En toen zei ik, Giel, moet je horen. Toen zei hij, wat is er aan de hand? Ja, ik ben echt net ontslagen. Dus ik was een beetje gewoon heel raar. Maar wat zeg je dan tegen een trainer als die net ontslagen? Ik zeg, wat? Ik stond echt zo van, hè? Ontslagen? Ja. Ik zei, nee, dat maakt een grapje, zei ik. Waar heb je het over? Van zo was het mijn eerste reactie. Ja. Dat was gewoon een heel gek moment, omdat het best wel positief was. Omdat we weer 4 van de 5 gewonnen hadden. En omdat er gewoon iedereen na vrijdagavond ook weer positief hadden. Prima wedstrijd gespeeld, ook goed gespeeld. Dat was even belangrijk. 2-0 gewonnen. Tegen de best sterkste tegenstander? Eindhoven wat het best goed deed. Weet je, die Twente gewoon eigenlijk nog van de mat heeft gespeeld de week ervoor. Alleen ze misten wel wat jongens. Gelukkig voor ons toen. En we winnen. En dan dinsdag, maandag was ook nog niks aan de hand. Want maandag was er gewoon nog training. Ja. En zelfs carnaval nog deels. Dus heel apart. Ik wist niet dat dat in Almere ook een ding was. Een paar jongens die komen ook niet uit Almere. Dus Oké, heel goed. Maar dus eigenlijk voor jou ook vrij onverwacht. Ja, zeker. Oké. Michele nog wel gesproken? Ja, die heb ik zeker nog gesproken. Dus die is nog aardig aangeslagen. En ik weet wel zeker dat hij goed terecht gaat komen met zijn netwerk en zijn professionaliteit. Maar het is wel voor hem heel sneu dat hij niet heeft kunnen afmaken waar hij aan begonnen is. Want het was wel zijn kindje ook. En wat ik zeg, het is echt een professional. Hij zat wel echt... ik bedoel, niet iedereen doet alles meteen goed. Maar dat is natuurlijk zijn eerste klus. Maar hij zat van 8 tot 8 zat hij op de club. Maar was jij daarom ook zo verbaasd, Koen? Toen je dit hoorde? Omdat je dat ook hoort over andere trainers. Wij hebben 2 keer tegen Almere City gespeeld. En 2 keer heb ik de hele wedstrijd het publiek zijn naam horen roepen. Dus ik dacht dat hij er vrij goed op stond. En als je dan vervolgens hoort dat hij ontslagen wordt. En na een reeks dat ze inderdaad 4 keer begonnen. Ja, dan stel je vooral de vraag van wat is daar gebeurd waardoor dit is gebeurd. Hij is nog niet ontslagen in een andere trainer. Dat is Solari bij Madrid. Maar na afgelopen dinsdag, hoe lang denk je dat hij daar nog zit? Ook niet lang meer, denk ik. Nee dat toch? Daar ga ik niet vanuit. Nee. Als we kijken naar Ajax, het was, er is heel veel gezegd en geschreven erover. Complimenten nog voor je voorspelling. Hulde daarvoor, Lars. Beste speler aan Ajax-zijde in Madrid afgelopen dinsdag? Koen? Nou ja, Tadić kwam wel aardig in de buurt, denk ik. Ja. Kreeg een 10 van L'Équipe. Dat voor mij een van de eerste niet-Fransen die een 10 heeft gekregen van L'Équipe. Nou, je kijkt Lionel Messi natuurlijk. Wat zeg ik? Het zijn wel veel meer mensen die... kijk eens... Oleg Salenko, Lewandowski, Neymar. Ja. Prima lijstje. Ja, en er staat opeens Dusan Tadić tussen. Ik liep daar, zeg maar, dat het zo uitvergroot is dat zij dat het zo in het nieuws komt. Maar deel je de mening van Koen? Tadić beste? Ja, ik ben natuurlijk, zoals heel veel mensen, maar al 5 jaar lang Frenkie de Jong fan. Maar die was erg goed. Alleen Tadić was de beste, ja. Zeker. Komt hij in zijn Madrid-shirt? Madrid-shirt. Hallo. Mij maar leuk. Wat is in de uitverkoop? Wat is in de uitverkoop? Nou, een beetje wel. Kijk, Jordi Amali, terug wel weg geweest. Ik heb gezegd dat je in de file stond. Klopt toch? Soort van. Waarom kon je nou met een Madrid-shirt binnen? Ja, je moet toch een gedenkdingetje hebben. En het was ook wel gewoon heel leuk om volgende dag in die fanstore te staan. Met allemaal half Nederlands, half Engels.
om even al die shirtjes op te kopen. Maar geen bedrukking, hè? Nee. Dat, ongetwijfeld nee, ook dat nog? Heb ik voor die kleine laten doen. Dat duurde volgens mij 54 minuten. Dus toen dacht ik, laat die van mij maar kaal. Hé, maar die stem, is dat nog van dinsdag? Ja, maar ik ben absoluut geen meezinger met alle liedjes en dat soort dingen. Maar zat jij in het ijsvak? Want ik weet het niet. Ik zat tussen het thuispubliek. Zat je tussen het thuispubliek? Zeker. En juichen? Ja, kom wel. Maar ik probeerde dat bij de 1 en de 2 met een beetje respect. Maar bij de 3 en de 4, ik had een hele boze Spaanse mevrouw. Ik viel bijna op de schoot. Heel goed. Nee, werd goed. Ik geloof dat er her en der in het stadion wel af en toe een corrigerend tikje is uitgedeeld. En dat kan dan ook wel als je te ver gaat. Maar bij ons in het vak ging dat prima. Ik hoorde Rafa van der Vaart zeggen dat Edwin van der Sar op de vingers is getikt, hè? Over het juichen. Na de wedstrijd. Ja, jij zat natuurlijk. Je zat bij de Wereldrijd door, hè? Toen Rafa van der Vaart dat vertelde. Ja, die vertelde dat, ja. Dat Rafa bij de 1-0 aan het juichen was. En dat Clarence Seedorf toen zei van, doe maar niet. En toen Edwin van der Sar op een gegeven moment, volgens mij de derde of de vierde goal, die ging gewoon juichen. Nou, dat was niet echt de bedoeling. Nee. Nou, Patrice heeft er de volgende dag weinig last van. Mooi, hè? Inderdaad, ja. Hey, hoe is je beeld nu van Ajax? Het huidige Ajax? Ja, hoe is je beeld van het huidige Ajax? Ik denk, ik hoop, ja. Als je dat positiever dan vroeger, denk je? Ook deze week. Ik wou net zeggen, volgens mij, ik stuurde Bruce een appje na de wedstrijd. Ik zeg, als er vrijdag ruimte is, dan kom ik wel even zitten. Nee, ik ben natuurlijk altijd redelijk, ik denk misschien wel heel kritisch op Ajax en wat ze allemaal doen. Maar nu, ja, dit was een mooie wedstrijd om gezien te hebben. Als je dit vasthoudt, ik denk ook, kijk, je krijgt nu Fortuna en PEC. Het stadion moet ook wel even een beetje gaan waarderen en in die kleine potjes heel veel steun gaan tonen. En dan wie weet wat er mogelijk is. Maar zou je zeggen dat jij kritisch bent op Ajax? Ik ben bijzonder kritisch op Ajax. Maar misschien wel iets eerlijker dan andere kritiek. Laten we even kijken naar Jordi Amali de afgelopen jaren over Ajax. Ach jezus. Maar gezien de uitleg van Erik ten Hag denk ik, ja, waar heb je het nou over? Nou ja, het is redelijk verschrikkelijk, toch? Ja. Een ploeg die een paar maanden geleden in de Europa League finale elke week zoveel slechter wordt en steeds minder lijkt door te hebben wat ze moeten doen. Ja, dat is gewoon wel heel pijnlijk om te zien. De macht van Ten Hag die een beetje afbrokkelt. Er is een heel slecht selectie samengesteld. Belangrijke overwinning, goed uitgepakt, maar niet leuk. Op het veld, jeetje, dat hield niet over. Dat was heel lang deze middag. Was er eentje om een beetje snel te vergeten. Zonder inzetten, goed beleid, raak je de achterban kwijt. Ja. Heb je potje verifieerd van zolder gehaald, jongen? Ja, wat tijd over dit weekend. Nee, ja, er is niks tussen te krijgen. Ja, Ajax die voetbalt om het seizoen uit te voetballen. Meer kan ik er absoluut niet van maken. Het is niet om aan te gluren. Ik heb wel volgens mij na 70 minuten mijn laptop dichtgeknald. Want het was. Ik vond dit nog schandaliger dan toen tegen Salzburg. In het stadion heerste een beetje van, maar Onana was goed en dan was Ziyech nog een beetje. En voor de rest was er niemand met de voldoende. Het wordt met de week slechter, dus ja. Waar eindigt dit? Nee, het is wel mooi. Je bent heel vaak, we hadden het er van de week over, zo vaak kritisch geweest op Ajax. Ja. En terecht ook wel vaak. Ja, maar ik vond het naar deze wedstrijd toe ook gewoon echt, ik werd er een beetje na van, want ik ben mega pessimistisch ingesteld. Ja. Maar ik had continu een goed gevoel bij deze wedstrijd en dat ken ik helemaal niet. Maar ja, het was wel correct. Ja. Maar dan begint die wedstrijd en daarna, wat is het, 3 of 4 minuten? Varaan? Ja, op het latje. En toen had je nog steeds het gevoel, het komt goed? Nee, maar ik denk tijdens deze wedstrijd, want natuurlijk, het was een fantastisch resultaat. Ja. Maar er zaten genoeg momenten in van minuten lang dat je echt aan het billen knijpen was. Na de 2-0, voor de 1-0 en eigenlijk zelfs een stukje na de 3-0. Dat, of de 3-1, dat er misschien nog wel een aansluitingstreffer in zat. Die van Schöne kwam op het perfecte moment. Dus misschien voetballend gezien de hele. Ja, het is moeilijk te zeggen. Maar er waren echt nog wel momenten waar Real Madrid terug in de wedstrijd had kunnen zelfs komen. Zelfs nou heb je nog wat te zeiken. Hè? Het is toch ongelooflijk. 1-4 in Bernabeu. Ik ben wel benieuwd. Het was fantastisch die avond. En ik stond ook te springen op de bank in mijn eentje thuis met mijn kapotte kruisband. Maar die ander nu ook kapot. Ja, dat is ook kapot. Nee, maar het Ajax is wel gewoon door de manier van spelen en het hoge druk willen zetten af en toe. Het was dat ook nog af en toe teruggedrongen werden. Zijn ze wel kwetsbaar. Het is niet dat ze als Real Madrid het aanvallen was, dacht ik wel van het gaat maar net goed elke keer. Ja. Zeg maar, het is niet dat daar een blok staat van 7, 8 mensen die waar je niet doorheen kan komen. Hoe kijkt de trainer naar, Koen? Vorige keer werden ze daarop afgestraft, toch? Ja, zeker. In de thuiswedstrijd was het het geval. Ja, maar kijk jij als liefhebber of kijk jij echt als professional? Ik ben ook wat jij daarvan vindt, Koen. Ah, ik ben geen Ajax-fan, hè. Dus, nee, maar je bent wel liefhebber van het Nederlands voetbal op zo'n moment, neem ik aan, toch? Tuurlijk. Kijk, het is goed voor het Nederlands voetbal dat Ajax wint. Alleen, je moet je ook afvragen, was hij nou uit of niet die bal?
Nee, oké, maar wat vind jij van zeg maar, gewoon de kwetsbaarheid van Ajax en ten opzichte van zo'n 4-1? Zeg maar? Maar dat is het risico zeg maar, dat in dat spel... Maar kan je daarvan genieten? Laat ik het zo zeggen. Als je het zo ziet, ik denk als je afvraagt of die bal uit was of niet, dan zal je niet ontzettend van genoten hebben, deze gala voorstelling van Ajax. Nee, maar we hebben het er net over van het ging maar net aan goed, et cetera. Alleen als die bal natuurlijk niet geteld wordt, dan vraag ik me af of Ajax wel gewonnen had. Nee, maar ik denk over kansen gecreëerd. Over twee duels kan je natuurlijk wel zeggen dat het voetballend ontzettend mee zat. Maar qua arbitrage kan je het gewoon thuis tegen uit wegstrepen, toch? Ja, zeker waar. Over tweede was hebben ze gewoon terecht door. Maar laten we ook eerlijk zijn, Real Madrid is ook niet lullig bedoeld. Maar ja, dat is echt zo. Ja, het is echt een goede ploeg. Maar ja? Ik denk dat heel veel ploegen niet in hun beste doen zijn, topploegen dit jaar. Dus Ajax heeft tegen iedereen kans. Maar je bent toch zo goed als je laatste wedstrijd? Daarom. Dan is de pre-al, dan zeggen ze halve kracht. Dat is jouw dingetje altijd. Wat? Nou, Real halve kracht. Nee, natuurlijk niet. Dat hij is gewoon niet onderdoet voor Real Madrid. Ook niet over een week als we weer tegen elkaar zouden spelen. Was niet een paar jaar geleden, jongens, dat Paris Saint-Germain toen won van Barcelona, dat 4-0 werd. Ja. En die andere wedstrijd werd 6-1. Toen 6-1. Ja. Maar dat is dus precies. Het lukte zeg maar in die wedstrijd dat ze 4-0 wonnen. Hoog druk zetten, afjagen. Alles lukte toen. Maar op het moment dat het dan ook niet lukt, dan kan je ook echt aan het gaan. Ik denk dat je nu over twee wedstrijden kan je niet iets anders zeggen dan dat Ajax verdiend heeft gewonnen, toch? Zeker. Vind ik hoor, maar over twee wedstrijden toch tegen Real Madrid. Alleen moet bij Ajax wel meezitten. Ja, er was nog steeds. Willen ze nog een keer zoiets? Er was nog steeds ruimte voor het scenario wat altijd gebeurt. Dat je goed speelt, maar eruit ligt. Precies, maar weet je wat ik echt. Ik vond het moment dat die Frenkie de Jong die zet een blok. En daarna doet hij croquetta bij. Ja, dat heb ik geleerd op mijn werk vandaag, dat die zo heet, die beweging. De croquetta. Zo links-rechts. Dat je hem bij Modric dat hij er voorbij is het zo, gaat. De croquetta? Toen daar niet voor gefloten werd. Nog nooit van gehoord. Heb jij van de croquetta gehoord? Schijnt Iniesta's handelsmerk te zijn. Okay, zo heet die. Maar dat zeg maar toen niet gefloten werd, toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, als het dus zeg maar hier niet voor gefloten gaat worden, dan gaan ze het winnen. Nee, maar zo waren er gewoon een paar van die momenten, weet je wel? Dat die twee van Real er al vroeg uitgingen, weet je wel? Dat die bal alsnog in is. Zo waren er gewoon wat van die momenten. De eerste twee schoten op doel, die vliegen erin, weet je dat? Ja. Ik zei dat is heel belangrijk. Die eerste kans die je krijgt. Bijvoorbeeld thuis kreeg Sia hem ook, hè, vlak voor rust. Zeker, en toen schoot hij op Thadis op de paal. Nee, maar toen schoot die eerste bal die hij kreeg, die hij moest maken, schoot hij op Courtois. En nu die eerste bal is binnen. Ja, precies. Dus, het geeft wel genoeg aan dat Ajax tegen Real Madrid, wat wel top is, misschien niet op hun best is, maar wel top qua spelers, dat zij zoveel kansen kunnen creëren. Ja. Dat vind ik thuis en uit. En uit maken ze ze en thuis maken ze dat niet allemaal. Maar dat is wel fantastisch. En zeggen zij gewoon kwetsbaar. En ik weet je nog één dingetje naar jou, Koen. Weet je wat denk ik ook wel echt onderbelicht is geweest? Ik weet niet of dat aan Ten Hag ligt. Ik denk wel gedeeltelijk, maar ook aan de spelersgroep. Het besef dat er wat te halen valt. Ook al sta je 2-1 achter. Moet je, nou, misschien wel het mooiste stadion van Europa. Een enorme ambiance. Toch, die ploeg staat er en die pakt wel het momentum op zo'n moment. Ik vind dat wel. Ja, maar ze hebben die week natuurlijk ook al twee keer verloren van Barcelona. En ze hebben dit jaar al meerdere keren een nederlaag geleden thuis. Ja. Dus ik denk dat ze ook al wisten dat er wat te halen viel tegen Real Madrid. Ja. Maar ik kan er wel echt van genieten dat spelers, zeg maar, en dat is Thadis die wat ouder is, of vanaf Frenkie, dat zij zeg maar op hun best zijn, dat ze spelen gewoon met scheid. Ja, dat is echt heel knap. Dat vind ik echt knap. Ja. En los ervan of tactisch, wie er beter was, hoeveel kans zeg je. Er zijn heel veel spelers bij Ajax geweest die avond, die gewoon met lef speelden. Scheid en lef. En dat deed Thadis. Dit zag je ook gewoon in zijn actie, hoe rustig hij was in aannames. Meestal als je op een hoger niveau gaat spelen, of als wij tegen Twente uitspelen met Almere, merk je gewoon dat 8 van de 11 jongens het gevoel hebben dat ze sneller moeten handelen. Terwijl je niet eens sneller hoeft te handelen waarschijnlijk. Maar het gevoel heb je, omdat je opeens in een grote stadion speelt. Laat staan als je bij Real uitspeelt, heb je ook het eerdere gevoel dat je sneller moet handelen tegen Fortuna thuis. En dat deden ze niet. Ze speelden gewoon met heel veel rust en lef aan de bal. Ja. Dat vond ik echt heel knap. Maar goed, dat vind ik de grootste bonus van Thadis. Omdat ik denk zeker dat Ten Hag dat probeert qua mentaliteit mee te brengen. Maar speler die ertussen loopt en dat ook nog waarmaakt met ik weet niet hoeveel assists en goals en voorop loopt. Dat hij het voor het eerst echt heb over kunnen brengen om wat jij zegt scheid te hebben. Want dat heb je in alle topduels Europees gezien. Dat ze gewoon, er is geen aanpassing, er is geen ontzag. Nee. En we zien het wel wat Schipstrand. Ja, en dat is heel fijn. Ja, wonderbaarlijk. Fantastisch mooie goals. De een nog mooier dan de ander. In de Pantelis podcast ging het over de 1-4 van Lasse Schöne. Achteraf die goal natuurlijk pas op mijn telefoon in de metro. En nu weer in de kroeg hebben die goal 17 keer teruggekeken. Ja. En dan zie je gewoon die blik van Schöne. En hij likt zijn lippen. En je ziet hem kijken van, staat hij nog steeds zo ver voor zijn goal? Staat hij nog steeds zo ver voor zijn goal? Maar dan moet je het ook nog doen. Dan moet je het ook nog doen. Ja, nee, dit was... Nou ja, goed. Nee, ja. Moet ik dat nu zien zeggen op deze avond? Ja, ik zeg het. Dit was zoals Van Hooydonk tegen Freiburg. Ja, ik heb het gezegd. Ja, jij accepteert het, hè? Mooi vergelijking. Van Hooydonk, Freiburg. Ja. En je weet waar dat geëindigd is. Ja.
Opmerkelijk dat, nou, het is niet opmerkelijk dat Arco nog redelijk dronken is in deze podcast. Freek Jans ook een beetje zijn stem kwijt als je het hoort. Ze zaten 's middags al vrij vroeg op Plaza Mayor. Weet ik. Jij hebt het gezien. Zou je niet gewisseld worden sowieso daarna? Ja, zeker. Want ik zag een tweetje voorbij komen. Dani de Wit, hulde aan Dani de Wit, die te langzaam warm liep. Ja, moet je nagaan ook. Ja. Maar goed, het is een klein bruggetje vanuit het succes van Ajax. Nou, ook wel een klein succesje in Rotterdam-Zuid. De aanstelling van Jaap Stam. En daarvoor gaan we kletsen met Lo Stadio. Kein Geloel. Ja, nee, Kein Geloel. Ja. Want hoe de podcast, de fijne podcast van Nederland. Jullie hebben afgelopen maandag uitzendingen gehad. Rob, daar hebben jullie het misschien al over Jaap Stam gehad. Ja, daar hebben we het even over gehad. Ja, uiteraard. Wat is de mening in Rotterdam-Zuid over Jaap Stam? Nou ja, over Jaap Stam. Ik denk gematigd positief, eerlijk gezegd. Maar wel verrassend. Tenminste, ik had het totaal niet aanzien komen. Nee. En Van Geel wilde op zoek naar een trainer met jarenlang ervaring. die echt al een naam had gemaakt. Ja. Ja, goed, op voetballend gebied heeft hij dat wel gedaan. Maar qua trainer is hij natuurlijk niet zo ervaren nog. Nee, maar Rob, als je dan ziet in het... Ik zie dan het persbericht. En dan, ik denk, nou, je eerste keuze is Dick Advocaat. Dan is daarna Jaap Stam de volgende. En dan zie ik de quote, ja, we kennen elkaar al jarenlang. Denk je dat dat belangrijk is? Dat de technisch directeur en de trainer elkaar al jarenlang kennen? Nou, voor hunzelf denk ik wel. Ik begreep namelijk vandaag dat Henk Timmer, dat is de zaakwaarnemer van Stam, ja, dat hij al op het trainingskamp van Feyenoord contact heeft gelegd met de club om Jaap Stam naar Rotterdam te halen. Dus dan is het wel zeker belangrijk dat je elkaar kent. En dus dat werd blijkbaar al langer besproken. Wat ik gek vind, want ze waren toch volgens mij ook nadrukkelijk met Advocaat aan de praat. Nou, zeer zeker, ja. Ik kijk even hier naar de reacties in de studio. Jaap Stam? Nou ja, goed. Jaap Stam is toch ook aangesteld bij Jong Ajax, ook door Martin van Geel? Is dat zo? Oeh, dat zou zo maar... Ja, is dat zo lang geleden? Nee, dat denk ik niet. Dat kan bijna niet. Dat kan wel, hè? Ja? Nee. Volgens mij wel. Dat zijn mijn collega vandaag. Je collega zei dat. Ja. Dat is niet waar. Nee, je broodje controleren van die collega. Ja, Stam is 4 jaar geleden. Stam is 4 jaar geleden. Nee, Van Geel is al veel langer weg, ja. Maar, nee, die zit er al veel langer, ja, precies. Maar kijk even naar de overkant, Freesia. Goeie wel, hè? Jaap Stam. En Feyenoord? Ik vind het vooral heel tof dat Rob in een soort Feyenoord shirt woont. Die kleurencombinatie, Stadsverzekering Rotterdam. Het meest legendarische shirt. Nee, ja, ik vind nog kleurenblind ook, hè? bijzonder opmerkelijk dat ze uiteindelijk bij hem zijn gekomen in iets. Kijk, het is natuurlijk veel gegaan over van, stel je als bestuurslid geen profiel op, lijken ze dan op elkaar? Nee. Hij is pas net bij het Zwolle begonnen. Letterlijk gewoon 3 keer gestunt en daarna ging het alweer medium. Mm-hmm. Dus ik vind het een hele opmerkelijke keuze, maar ik geloof dat inderdaad, dat je gematigd tevreden. Ja, je hoopt natuurlijk waarschijnlijk dat je super enthousiast bent over de nieuw aangestelde trainer, maar ja. Ik denk dat het... Ja, ik had heel erg gehoopt. Ik hoop niet dat dat ook... de eindconclusie is van volgend jaar van Feyenoord, dat je zegt, nou, we zijn gematigd tevreden. En Freesia? Ja, ik vind het lastig. Ik vind dat hij qua mentaliteit... ik heb hem wel vaker langs het veld zien staan. Ik vind hem wat dat betreft wel heel goed erbij passen. Alleen, wat jullie ook zeggen, hij is niet heel ervaren. Nee. En ik had wel die eerste paar wedstrijden bij PEC dat ik dacht van... Nou, wat hij los kan brengen bij de jongens, zeg maar... Dat zegt wel veel over wat er zeg maar achter de schermen gebeurt. Alleen, ja, dat kan ook gewoon het feit zijn dat er even een nieuw iemand voor de groep staat. En dat de hele groep snakt naar een frisse start, een nieuwe kans en op die manier. Ik denk dat het krediet wat hij heeft, ik denk dat dat niet heel veel is op het moment dat je zo'n trainer binnenhaalt. Nee, hoe staat Rob in Rotterdam-Zuid? Staat Jaap Stam er goed op? Nou, ik moet zeggen, toen het bekend werd, toen werd gelijk een quote van uit 2017, toen die stopte met zijn carrière, eruit bijgehaald. Dat, toen had hij gezegd, Ajax is verreweg de mooiste club van Nederland. Ja. Daar sta je helemaal achter, toch, Rob? Nou, nee, niet echt. Maar ik reken hem daar ook niet echt op af, hoor. Ik vind dat allemaal een beetje vergezocht. Ja. Zegt ook niet veel over zijn voetballende kwaliteiten natuurlijk, of over zijn trainerskwaliteit.
En dat hij dat een keer gezegd heeft, ja, ach, het was aan het eind van zijn carrière, zal ik vast een beetje emotie bij komen kijken, denk ik dan. En je moet vooral kijken naar wat hij kan. En ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen nu. Ik had meer gehoopt op een buitenlandse verrassing of zo. Ja. Ja, uit competities als Denemarken of Oostenrijk, Zwitserland. Ja. Haalbare competities. Maar Rob, volgens mij best wel, ja. Is dat ook, want wij hebben het vanaf het begin geroepen, waarom kijk je nou niet naar het buitenland? Voor mij zitten daar ook best wel trainers in die het al bewezen hebben en die een andere kijk hebben op het voetbal. Wat misschien wel handig is bij Feyenoord op dit moment. Maar hoe leeft dat zeg maar onder het legioen? Is dat ook zeg maar iets waar zij achter staan? Of merk je gewoon bij het legioen, ze willen gewoon een grote naam, iemand waar ze zich goed mee kunnen associëren? Nou nee, ik denk dat het eerste wel vooral leeft. Niet zozeer een grote naam. Want dat is advocaat tenslotte wel. Dat is een grote naam. Ja. Dus dan hadden we daar tevreden mee moeten zijn. Nou, er waren niet heel veel mensen supporters happig op. Dus ik denk dat veel mijn mening delen, eerlijk gezegd. Ja. Van Hazenbroek werd er vaak genoemd, hè? Ja, onder zeker. Andere. Ik dacht zelf aan voor mij de trainer van Brøndby, waarvan ik zijn naam nu alweer even kwijt ben. Zornige heet hij, geloof ik. Ik kijk hier even. Er zit iemand van FC Buitenland tegenover. Ja, daar ben ik al een tijdje mee gestopt, vind. Nee, ja. Nee, het zijn inderdaad. Er zijn wel wat internationale namen gepasseerd. Maar het is in ieder geval nu Jaap Stam geworden. Even nog twee vragen voor jou. Ja. Robin van Persie gaat stoppen. Dat heeft hij bekendgemaakt. Ja. Komt er nou nog een actie met Kain Gelul om hem op een andere gedachte te brengen? Nou, ik denk het iedere week bijna. Als hij gespeeld heeft en dan zit ik een beetje weemoedig naar hem te kijken. Dat ik denk van ja, dit kan niet nog maar 10 wedstrijden duren. Maar goed, volgens mij heeft hij zijn besluit wel gemaakt. En gaan wij er ook niet echt veel invloed op uitoefenen. Ik zou hem best een keertje willen bellen hoor. Of even langs gaan om te zeggen van joh, zullen we nog even één keer koffie drinken om te kijken? Nog een jaartje onder Jaap. Dat lijkt, nou, je weet het toch niet, een Rob? Toffe combi. Nee, hebben die ooit samen gespeeld toevallig? Misschien Stam even Persie. Zat hem misschien net wel, hè? Wie? In Oranje. Ja, waar zouden ze samen gespeeld moeten hebben? Nederland zelf al. Ja. 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 Ja, want bij United was Jaap al lang weg. Ja. 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 Een goede quizvraag, tweede. Oh, mijn vraag is, gaat Pelle Clement ook naar Feyenoord? Ja, dat is wat ik ook aan te denken. Kans aanwezig. Ja. Pelle Clement is tot nu toe naar Reading meegegaan en naar Zwolle. Dus ik zal vast een shirtje kopen. Ah, je hebt er nog een met Pelle achterop, 100%. Toch? Ik? Nee, ik doe nooit aan achternamen, aan rugnummers. Oh, oké, okay, heel goed. Maar dat is meer omdat ik bang ben als ze dan ooit naar Ajax vertrekken. dan vind ik het toch een beetje een besmet zuurtje, snap je? Vaker, heel goed. Hey, laatste vraag, Pelle, wat ik je nog wilde stellen. Pelle, ga je lekker? Grazie. Nou, Pelle, hij is wel een kappertje, hetzelfde kappertje. Ja, ja, ja. Ja, ja, hij doet geen shirtje, maar wel kapsels. Nou, zei ik. Nee, Rob, laatste vraag. Ik zei het voor mij dinsdag en ik gooide het maandag ook op Twitter. Dat ik me toch wel echt ernstig zorgen maak over Feyenoord. En dan denk ik nog ineens dit seizoen, maar vooral de toekomst. Het bestuurlijk niveau, het stadion, de selectie. Ben ik aan het overdrijven of is het echt een crisis in Rotterdam-Zuid? Nou ja, je mag het wel een crisisje noemen, ja. En ik hoop dat dit seizoen dat je een keer geen prijzen wint. Want dat werd toch altijd een beetje als dekmantel gebruikt. Van ja, maar we hebben wel weer de beker. Ja. Dat een beetje de ogen opent. Maar ik vrees er wel lichtelijk voor, eerlijk gezegd. En er is weinig toekomstperspectief. Wat dat betreft voor Stam geen beter moment om... toekomstperspectief is wel lekker, maar de verwachtingen zijn wel laag. Ja. Je wordt hopelijk derde volgend jaar, maar ik denk niet dat je veel meer moet verwachten, eerlijk gezegd. Er is wel één positief dingetje trouwens aan Stam. En ik hoop meerdere. Hij heeft natuurlijk Henk Timmer als zaakwaarnemer, maar die schijnt ook vuistdiep in Argentinië te zitten met zijn scouting. Oké. Okay. Want ik heb zelfs begrepen dat Tagliafico... aan Feyenoord is aangeboden ooit. En dat zeiden nee, wij nemen wel haps. En toen heeft Feyenoord haps genomen, ja. Uitstekende keuze, toch? Classic Martin van Geel. Martin van Geel zei, ik zit met mijn bord op schoot elke week naar de haps te kijken. Heb ik nog nooit op Studiosport gezien. Lekker. Dit is wel lekker positief nieuws om mij af te sluiten, Rob. Ja. Dank in ieder geval. Succes komend weekend in Arnhem. En... over Arnhem gesproken. Vitesse-supporter Jorin, die gooit net in de chat. Ze hebben nooit samengespeeld bij Oranje. Van Persie debuteerde in 2005. En Stam speelde zijn laatste wedstrijd in 2004 voor Oranje. Oh. Goed. Veel plezier dit weekend. En maandag weer een nieuwe Kain Gelul.
Groet erop. Dankjewel. Ja, hoi. Hoi. Ho, ik heb even opgezocht. Mag ik mijzelf rectificeren? Nee. Martin van Geel heeft Jaap Stam niet aangesteld als trainer, nee, maar wel gehaald als speler. Oh. Oh, je bedoelde dat? Je bedoelde, ja, 2004. Dan moet je dat zeggen. Heel goed. Ja, maar goed, ik kom gewoon even terug op mijn eigen veld. Ja, ik vind het een goede rectificatie. Hey, heb ik weer even tijd gehad voor een mooi bruggetje maken? Van de crisis in Rotterdam-Zuid naar de crisis in de... Supersnelle toto. Supersnelle toto-ronde. Lars, je kunt wel even wisselen hoor, als je wil. Even... Ja, maar ja, jij zegt dit is niet normaal. Het wordt steeds slechter met jou. Iedereen zegt het hier en jij zit me gewoon zo aan te kijken zo. Ja, omdat je komt elke keer met een ik doe over. Graag een beroep aan Jordi, Tim, Freesia, wat mijn wedstrijden zijn. Want ik zie het niet. Utrecht-Groningen. Utrecht-Groningen. Er gaat niks boven Groningen. Groningen uitstekend in 2019. Utrecht vorige week een dik verdiende overwinning in Almelo. Dat betekent een doelpuntrijk duel en geen winnaar vanavond. Een niksje. Dan de volgende, Jordi. Arsenal-Manchester United. Arsenal-Manchester United. Speelden allebei deze week in Frankrijk. Beide wedstrijden eindigden in 3-1. Arsenal verloor van Stade Rennes. United won van Paris Saint-Germain. En, uit alles nog gewonnen onder Solskjaer. Wat zeg je? Uit alles gewonnen onder Solskjaer. Ja, maar sowieso maar één wedstrijd verloren, toch? Ja. Ja. Het wordt een gelijkspelletje. Dat denk ik wel. Dat betekent dat United 1 punt voorsprong houdt op Arsenal. En dan de laatste, Vitesse Feyenoord. Zal ik even een hulplijntje gebruiken? Doe mij maar... Kan je bellen? Nee, ik moet mijn telefoon nog weg. Ik kan nog steeds niet bellen. Wel lekker rustig trouwens. Ik denk dat de andere mensen niet daarover maar denken. Maar ik zie je elke keer in de intro van ons programma zie je elke keer met die telefoon in je oor. Maar die doet het dus helemaal niet. Oké. Okay. Maar doe maar het publiek. Vitesse, Feyenoord. Dit is Feyenoord, Vitesse. Dat betekent dat Feyenoord daar winnen? Weet je wat? Doe maar een derde x'je. Nee, Feyenoord wint dat wel hoor. Ja? Wat is mijn quotering? 48,52. Dat is een uitstekende quote, toch? Goed, tientje op inzetten. Prima. Ik moet nog wel even wat... Gelijkspelletjes. Ik moet nog wel wat in gaan halen op jou. Ja, over quotes gesproken. Voor mij had Paris Saint-Germain aan het begin van deze week ook nog wel een aardige quote om de Champions League te winnen. Maar gaat het, Tim? Sorry. Ben lekker aan het gapen. Nee, weinig slapen deze week. Weinig slapen. Heel goed. Maar ja, we hadden natuurlijk dinsdag het mirakel van Madrid. De mirakel. Het mirakel. Het mirakel. Ja, en woensdag kwam er nog even een wonder bij in Parijs. Want eigenlijk was er toch helemaal niks aan de hand, Koen? Ja, die penalty dat was toch echt niet normaal, jongens? Het ging maar lekker. Als we die kant op gaan, dat, ja. Ik heb de uitleg gehoord van Bas Nijhuis. Ik Oh, trouwens, Arnold Brugink die zegt dat deze regel moet echt veranderen. Een pingel is toch een veel te zware stap voor zo'n hensbal. Als je opspringt, dan neem je zelf een risico. Of als je jezelf gooit in de baan van het schot, dan is de regel dus dat aangeschoten hens dan geen regel is. Dus dan maak je jezelf kwetsbaar als de bal op je hand komt. Dat het een penalty kan zijn. Dus met tackle en springen, dan zorg je dus voor dat je dus zelf de kans vergroot dat die... Ja. Jullie vinden het een belachelijk... Nee, bij een tackle is het nog, als je je handen in de neutrale of gewoon normale houding hebt, dan niet. Maar met springen, ook in de muur, weet en ik ook zo gewoon ervoor gooien, dan wel. Als een neutrale, wat je zegt over houding, ik bedoel, als je een tackle maakt, dan is het altijd één hand zo. Ja, dat snap ik. Maar sommige mensen doen bijvoorbeeld ook dan hun arm omhoog. En dan... Ja, maar hoe zou je dat doen? Dat is sowieso natuurlijk vaak. Wat, je arm omhoog? Je arm omhoog? Bewegen. Ja, bewegen wel, maar je kan zeg maar... Jij toch ook? En zo. Nee, ik tackle nooit. Nee, maar jij gaat tegen je zo... Je schopt gewoon. Maar ben jij het eens met Koen en Tim? Ik vond dat never nooit een penalty. Oké, okay, daar een overkant. Ten eerste omdat die bal zo 40 meter over ging. Het is de, kijk, het slaat nergens nog, op, maar het is de regel. Ja, okay, maar luister, dan gaan we dus net als bij hockey, dan gaan we straks ballen expres op handjes schieten. Nee. Dan krijgen we de straf. Nee, want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij zich voor de bal risico neemt. Ja, maar hij... Nee, als hij was blijven staan. Als hij was blijven staan en hij had zich gewoon op. Ik ga wel staan, want schiet maar gewoon lekker op doel. Ik draai wel even een beetje. Hij springt toch op. Hij draait gewoon met zijn arm die langs zijn lichaam hangt. Hij hangt niet zo. Hij doet hem niet recht omhoog. Nee, maar kijk, Lars, de discussie is... De discussie is niet... Maar de discussie is niet, zeg maar... waar het op slaat. Ik ben het volkomen met je eens. Alleen, het is gewoon een spelregel. Ja, dat weet ik, maar die klopt dus niet. Hij klopt wel, alleen je bent het er niet mee eens. Dankjewel, Freesia. Dat je eens lekker zegt een keer. Nee, het slaat ook helemaal... Het gaat toch helemaal nergens over. Er was de laatste eentje in Turkije waar iedereen de boot mee inging. Maar dat was dus ook gewoon correct, omdat die regel bestaat. Als jij getackled wordt in buitenspelpositie voordat jij de bal krijgt, is penalty.
Ja, nee, maar dat komt, en dat kunnen we bij dit andere penalty moment hebben, bij Porto tegen Roma, ja. Dat iedereen zei, we gingen kijken of hij buitenspel is. En het is pas buitenspel als hij die bal aanraakt. Ja. Dus jij kan 40 meter buitenspel zijn, als je die bal niet aanraakt zegt, en je wordt neergetrokken, precies, dan is het eerst een overtreding. Maar het was ook geen buitenspel, dus maakt in principe niet. Nee, maar altijd buitenspel staan. In Turkije was wel 2 meter buitenspel, maar toen kwamen ze met die uitleg. Maar de kans dat je buitenspel staat is toch niet zo groot als er iemand bij je staat om je naar beneden te trekken? Ja, maar als je achter je staat, ja, dan wel. Ja, oké. Okay. Maar op zich is dat, ik vind die regels wel waar. Dus eigenlijk komt het op neer, je moet gewoon, als je springt of je maakt een hele, of je doet iets. Je neemt een risico. Dan neem je het en het komt op je hand, dan is het gewoon uit. Ja, dit is gewoon, ik vond dit gewoon. Ja. Ik heb alleen de VAR herhaling gezien. Maar waar ging dat schot naartoe? Ging dat schot op doel? Dat was een field goal. In dat geval niet. Maar kijk, als je alleen, ik zag alleen het schot en zijn opspringen met een klein beetje naar buiten, arm erop. Kan ik mee vinden, maar als dat schot mijlen eigenlijk. Ik vind dat die regel moet worden aangepast naar wat jij nu zegt. Zeg maar dat er moet worden gekeken waar die bal dan... Gaat die richting doel? Precies. Kan je dat zien? Dat die scheidsrechter toch nou, nu beslissen. Kun je echt wel heel duidelijk zien dat die alles behalve op doel ging. Ja, maar straks heb je zo'n grijs gebied gegeven. Ja, maar goed, oké. Wat was nou het voordeel aan die handsbal dan? Wat zeg je? Wat was het voordeel uit die handsbal? Voor wie? Voor die verdediger. Voor nee, dat was dus geen voordeel. Dat is gewoon een regel. Ja, dat is voordeel. Wel redelijk voordeel. Maar goed, uiteindelijk... Opspringt? Ik expres op iemand hand schieten. Ja, nee, maar inderdaad. Als iemand opspringt. Maar goed, uiteindelijk vliegt Paris Saint-Germain eruit. Terigierig. Jij weet wel het record, toch? Van Paris Saint-Germain naar de poolfase. Ik denk altijd in de volgende ronde eruit. Of bijna. Wat zei je? Altijd in de kwartfinale is het eindstation. Ik dacht elke keer laatste 16. Ja, nooit verder komen. Terwijl dat eigenlijk... Ja, daar zijn ze al jaren mee bezig, toch? Ja, maar het is, kijk, het is wachten tot ze een keer geld gaan spenderen. Om gewoon de volgende stap te kunnen maken. Met dit budget is dit maximaal haalbaar natuurlijk. Maar wie gaat hem wel winnen dan nu? Dat is de vraag. Wie gaat de Champions League winnen? Ajax. Ja? Waarom niet? Oké. Nee, maar Koen, als je hier naar kijkt, heb je de wedstrijd gezien of niet? Ik heb delen gekeken, ja. Oké. Ja, want die wedstrijd was vrij opmerkelijk, aangezien United eigenlijk amper kans heeft gehad. Maar 3 keer heeft gescoord. Ja, maar ik begrijp op wel, na de volgende, dat die Tuchel bij de pers zegt van... Ik heb ze niet kunnen betrappen op het feit van spelen om te winnen. Dat ze wilden winnen. Wat is dat voor rare... Ja, maar ze komen toch gewoon op voorsprong? Dan kan je toch gewoon op aanpassen? Het maakt toch niet uit hoe ze dat doen? Nee, maar ik denk... En dat kan Koen denk beamen. Als je zo zuur de wedstrijd verliest... Dan moet je de eerste trainer nog maar tegenkomen. Oké, maar die laatste... Zodra die scheids naar die vart toe loopt... Dat is pas het noodscenario. Ze staan daar al 1-2 achter. Ja, ja. Nee, daar hebben ze toch gewoon voor gevoetbald? Nee, dat bedoel ik. Ja, dat snap ik ook. Ik zat echt te wachten en ik mag het natuurlijk niet aanmoedigen. Ik zat te wachten dat toen ze naar die VAR liep en dat ze die pingel had, dat er gewoon 4 mensen het veld in zouden lopen. Ja. Om die scheidsrechter Arabier naar beneden. Ja, nee, maar ik dacht, nu gaat het helemaal los. Maar is het naar buiten gebracht? Ja. Wat is uiteindelijk? Is er nog commentaar gegeven door die UEFA of iets? Nee, door Neymar wel. Nee, dat weet je, maar door UEFA, want zoals Vrees is het naar buiten gebracht door... Ja, UEFA heeft gezegd, UEFA staat achter de regel. Oké. Okay. Ja, nee, maar je kan er ook niet tegen zijn, want wat Vrees terecht net zegt, het is een bestaande regel. Okay. Alleen wij, normaal, voorgaande jaren, deed iemand zo, ja, dan kon je hem niet terugkijken, dan gaan ze gewoon corner. Ja. Maar het is toch ik vind het best wel bijzonder dat op zo'n belangrijk moment hem dus gegeven wordt. Hetzelfde bij Ajax eigenlijk, dat was die beslissende... Maar daar moet geen verschil in zijn. Maar dat was de beslissende nul. Ik heb het gevoel dat eerst op zo'n moment, 92e minuut, en er gebeurt zoiets dat ze hem dan niet gegeven hadden gewoon. Ik snap het gewoon nog steeds niet. Ik snap en die uitbal van Ajax niet. Hoezo niet? Nee, je zag dat hij uit was. Nee. Weet je niet zeker? Ik heb geen foto gezien waar hij helemaal over de lijn is. Je kunt het nooit zien. Is er nooit een camera recht bovenop? Ik heb Bas Nijhuis gehoord. En Bas Nijhuis hebben ze wel eens met die doellijntechnologie gedaan. En dan lijkt hij er helemaal overheen te liggen. En dan ligt een bepaalde bolling van de bal. De verste punt. Kun je nooit zien. En dan... De ronde kant van de bal. Dan gaat het alarm dus niet af dat die bal er helemaal overheen. Ja, maar heel groot verschil tussen de ene kamerpositie en de andere kamer. Ze zegt ook discutabel is acceptabel. Dik eroverheen. Ja, precies. Maar goed, over alle beslissingen... Als we nu niet die VAR hadden gehad... dan hadden we het allemaal gehad over het feit dat Paris Saint-Germain dan door was... terwijl dit dus eigenlijk volgens de officiële regels... waar niet iedereen het mee eens is, dan door was gegaan. En dat het dan een beslissing is geweest wat om zoveel miljoenen gaat. Ik denk dat dan niemand had gezegd de regel was dat het hens was. Ja, natuurlijk wel, want het is toch een spelregel. Nou, ik denk een hele hoop mensen van Manchester United wel. Als het om zoveel geld gaat... Maar dan denk ik nooit dat iemand had gezegd... wow, dat was een zuiver hens. Maar waarom hebben we dan spelregels? Ja, inderdaad. Maar dat denk ik, omdat dit een situatie is dat ik denk, normaal werd hij er nooit voor gefloten. Nee, dat denk nee, maar dat is omdat je het normaal niet kan zien. Ik denk dat nu door de VAR, dat er gewoon heel veel regels opeens voor het grote publiek duidelijk worden. Dat je denkt, zo, dit is echt een rare regel. Er zijn toch ook wel 100 voorbeelden van voor het VAR-tijdperk dat er een hensbal
suggestie was dat het daar de hele tijd over ging, dat je hem niet hebt gekregen. Zeker. Dat is zeker wel besproken geworden. Maar het wordt nu meer besproken. Dat is zeker wel. Dit is ook gewenning, hè? Overduidelijk iets. Het is een transitie waar we nu mee bezig zijn. En het moment in de wedstrijd, ik bedoel, ja. Maar er moet gewoon een korte melding komen in de stadion. Dat kan denk ik tegenwoordig zeker overal wel VAR is. Want in het stadion met Masraoui geen idee waar het over ging. Nee, maar dat is de volgende stap. En zeker in Madrid heb je toch van die schermen, of niet? Ja, hele grote. Nee, maar dat gaat ook echt allemaal nog wel komen. En wat er nu ook die samenwerking, weet je wel, tussen Fox Sports dan en de KNVB, waarin ze dan beelden vrijgeven, dan ja, kijk je toch wel weer heel anders terug naar zo'n moment. Dat je denkt, zo is het gegaan. Dit is de communicatie. Zo is het. En dat gaan we uiteindelijk denk ik ook echt wel op dit niveau Solari krijgen. Zit er nog. Tuchel zit er nog. Ja. Eén iemand die behoorlijk zijn baan kwijt is geraakt door een VAR-moment. Dus Di Francesco natuurlijk van Roma. Want daar waren er eigenlijk twee VAR-momentjes op het eind. Eerst kreeg Porto toch nog een pingel. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. En de 120ste minuut. Heb je dat niet gezien? Nee. Ja. Ik dacht dat ik niet goed werd. Ik denk, nou, dit is helemaal mooi. Want het duurde. Het is jouw grote Turkse vriend die hem op de stip legde, toch? Ik heb het niet gezien, maar dan was het correct. Wat jij net had gezegd. We hebben de regel van de penalty van Porto, die dus aan de 2-1 was, toch? Dan, of de 3-1. Dat die was dus de regel wat jij net probeerde te omschrijven. Met tackelen in buitenspel. Ja, maar dan gaan we, dat wil ik net nog terugkomen, dan ga je, het is geen tennis, er staat daar toevallig een tenniswedstrijd op. Maar je kan in de voetbal, heb je op een VAR beelden, heb jij nog steeds discussie met mij als wij samen beeld zitten te kijken? Waarom? Ja, hoe kan je hier nou discussie over hebben? Hij wordt toch gewoon vastgehouden? Ja, hebben net toch ook discussie over die hensbal? Ja, jij? Ja, dat is een regel. Daar vrees je over. Nee, dat is gewoon een regel. Ja, maar een regel. Je kan het niet eens zijn met de regel, maar dat zijn de regels. De discussie moet dan niet gaan over het feit of het wel of niet terecht is. Maar de discussie moet gaan over dat het een rare regel is en dat het moet worden afgeschaft. Daar moet de discussie over gaan. Oké, maar dat is dit moment. Maar zijn er genoeg momenten waarvan jij denkt of hij denkt van dit is een overtreding. Tuurlijk. Denkt van dit is geen overtreding. Terwijl je de beelden zit te kijken. Tuurlijk, maar dat gaat altijd blijven. Alleen de bedoeling van de VAR is, en ik denk dat we daar ook wel redelijk mee op weg zijn nu, is dat het uiteindelijk eerlijker wordt. Ja, oké, maar als ik aan de shirtje trek van Koen hier en je doet dit, dan ziet het op beelden heel zwaar uit. Ja, maar je doet het toch? Je moet toch niet aan hem zitten? Ja, maar ik, je trekt hem toch weg? Maar je dus elke dag nog blijft fluiten. Ja, maar ik zo vaak in een shirtje. Ja, maar dat moet je toch niet meer doen? Dus wat ik dus denk, dat het voetbal ook gaat veranderen daardoor. Maar dat vond ik dus met die penalty van dat penalty moment van Roma aan het einde. Ik vond waar hij loopt gewoon parallel aan de achterlijn. Helemaal bij de 16. En wordt Nee, maar nu ga je overtreden. Maar nu ga jij dus zeggen, als je daar een overtreding krijgt, moet je geen penalty krijgen. Nou, ik Michiel de Hoger mee. Ja, maar dat kan niet Lars. Ja, dat is. Dus daar is Michiel de Hoger mee bezig. Dat weet ik. Maar dat is eigenlijk wel gek dat het eigenlijk even zwaar dus is. Ja, zeg maar voor de straf. Ja, maar voor de VAR ook al. Maar goed. Laten we. Waarom geven ze hem daar dan niet? Waarom geven ze hem? Ja, maar hij ging eens kijken. Hoe heet onze Turkse vriend ook weer? Junaid Çakır. Checker. Vrij uit te spreken. Maar hij ging niet kijken. Hij heeft alles bekeken. Maar het schijnt, maar dat weet Jordi beter. Een Turk gaat één keer in de wedstrijd naar de VAR kijken, toch? Dat staat in zijn contract. Over het algemeen doen ze het liever helemaal niet. En soms kijken ze wel, maar hebben ze nog steeds. In Turkije gaat hij ook nog niet helemaal lekker de VAR. Maar wie hem binnenschoot, of het nou wel of geen penalty was, dat was wel een pittig winst. Maar goed, die Francesco er zijn bij Roma en onze grote vrienden van de Lo Stadio podcast hadden het er uitgebreid over. Die Francesco moest er natuurlijk een beetje aan geloven. Verloor de derby natuurlijk afgelopen weekend. Verloor in de Coppa Italia 7-1 natuurlijk van Fiorentina. Want die is er toch ook best wel ingehakt toen. En goed, als je nu dan inderdaad ook nog na een voorsprong tegen Porto, met alle respect, toch niet de grootste ploeg van Europa, uit de Champions League vliegt, dan is het inderdaad einde verhaal. En hetzelfde geldt eigenlijk nu voor Monchi, de sportief directeur, want die gaat naar Arsenal waarschijnlijk. Ja, ook einde verhaal. Echt een mislukte periode van Monchi. Dankjewel. Nee. Niet qua plek, maar gewoon qua wat je geeft. Dus geef een indirecte vrije trap. Goed, we gaan het weer over voetbal hebben, want terecht, wat ook in de chat wordt gezegd, Roma had 837 kansen om te scoren. En die hebben het niet. En ik denk, weet je, het is dan financieel een klote gevolg. En mij stiekem supporters tevreden met dat dit wel gevolg had dat hij eruit is. Ja. Ging niet zo best, toch, de laatste tijd? Nee, inderdaad. Dus. Nee, de derby verloren van Lazio. Een kleine positieve bijkomstigheid. 7-1 nog tegen Fiorentina. Justin? Ja. Ja, ik denk dat hij 3x's op zijn Instagram heeft gezet, toch? Ajax ronde ver of zo? Ja, ik zag een tweet voorbij komen inderdaad van a penny for his thoughts. Omdat zijn vrienden door zijn en hij niet eens bij de selectie zat. Maar ja, dat is
het is wat het is. Ik denk niet dat hij daar al te veel mee bezig is. Kijk, Ajax heeft geprobeerd een aantal binnenboord te houden. En dan zal je altijd dat mensen... Zeker. Klaar heeft dat niet gespeeld. Ik denk dat het... Nou, bij mij ook niet. Ik denk bij Ten Hag ook niet. Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk wel vervangers gehaald vanwege Kluivert. En die waren dan waarschijnlijk ook niet gekomen als Kluivert er was. Kluivert heeft toch meer opgeleverd op dit moment. Ja, denk je? Ja, omdat je... Maar zijn nu bij de selectie komen nog steeds dan niet? Nee. Okay. Alleen vanuit die positie had hij gewoon gespeeld. En hadden ze andere jongens misschien niet gehaald. Ja, maar Neres was er al, toch? En Tadić. Ja, maar Kluivert had wel een positie bij Ajax dat hij gewoon... Dat denk ik ook. Ik denk, wat er gezegd wordt, als je nu naar het elftal nu kijkt... Ja. En hoe wij Kluivert kenden bij Ajax, zouden zeggen... Nu zou hij nooit spelen. Dit Ajax is veel beter, hè? Zonder Kluivert. Nee, maar ik denk meer terecht is wat jij zegt, dat er een aantal niet waren gekomen als hij was gebleven. Zo is het. Dat is wel inderdaad. Met het geld wat ze uiteindelijk voor hebben gekregen. Kluivert heeft dus meer opgeleverd dan de Thadis gekost heeft, toch? Ja. Nou, ik weet niet qua als we het de contracten. Salarisplafonnetje nog even meenemen. Ja, transfersom zeker. Goed, we gaan door met de Eredivisie. En dan gaan we door met onze grote culinaire vriend van Fox Sports. Hij zit nu niet bij de Golden Dynasty in Doetinchem. Maar Christian Wielaert, waar ben je nou op weg? Ik ben op weg naar de Galgenwaard voor Utrecht-Groningen. Maar de grote vraag is eerst welk restaurant, hè? Ik moet nog eten. Nee, ik ga een stadion eten. Ik ga het proberen. Het is niet mijn gewoonte, dat weet je. Maar Utrecht is zo dichtbij dat ik dacht, als ik dan voor de file ga rijden, dan moet ik 3 uur lang bij de Chinees zitten. Dat gaat dan ook weer vervelen. Overigens, ik hoor Tim, jij oud superboer. Hoe vaak heb jij bij Golden Tijdens die gegeten? Nul keer. Nul keer? Ja, helaas, sorry. Sorry, nul keer. Hoe kan je er 0 keer daar hebben gegeten? Ja, ik ging toch snel terug naar Amsterdam vaak naar de training. Oké, heel goed. Dan gaan we maar over voetbal hebben, Christian. Ja, leuk wedstrijdje op de vrijdagavond. Utrecht-Groningen. Ja, zeker. Dat is echt een mooi affiche. Ik ben al een aantal jaren geleden, die zijn er nu nog natuurlijk, die Europese play-offs er waren. Toen hadden Utrecht en Groningen abonnementen op die play-offs eigenlijk. En vaak loodden ze dan ook nog in de beker tegen elkaar. Dus ik geloof dat ze ergens rond 2010 in 3 jaar 17 keer tegen elkaar gespeeld hadden. Dan was het ook, als ze elkaar dan weer tegenkwamen, dan zeiden die trainers, die zeiden in maart van, tot in juni of tot in mei. Dus het zijn gewoon de twee klassieke subtoppers eigenlijk van de Eredivisie. Hè? Ja. En wel alle twee met een verhaal natuurlijk. Het verhaal kennen jullie. Moet ik dan... je wilt het verhaal niet vertellen? Ook twee verhalen, dat verhaal kennen jullie. Nee, maar bij Utrecht kennen we natuurlijk de rampzalige start. En dan vervolgens Advocaat die het overneemt. Ja. En Utrecht werd over geslacht door iedereen. Maar Advocaat ging gewoon heel veel punten halen. Dat leek dus eigenlijk allemaal oké. Hij mocht zelfs trainer van Feyenoord worden. Maar vervolgens komt er na de winterstop zand in de wielen. Ze zakken als een baksteen op de ranglijst. Zand. Feyenoord gaat ook niet door. Motor, toch? Alleen zand. Nu lijkt het weer een beetje op de rit te hebben. En Danny Buijs is eigenlijk een ander verhaal. Er is natuurlijk heel veel kritiek op Groningen. Die onervaren trainer, dat kon je toch nooit zo doen. En die is eigenlijk langzamerhand aan het einde van de eerste seizoen zelf wat punten gaan halen. En na de winterstop met die nieuwe jongens erbij, ja, lopen het als een tierenlier. Dus jullie doen de toto weer, hè? Ja, zeker. Ik heb een x'je gezegd. Oh. Ja, dat vind ik ook een goeie. Wat brengt meer op, een x'je of een 2? Oeh, ik denk een x'je, toch? Ja, is bijna hetzelfde. Tim kent alle kwarteringen tegenwoordig uit zijn hoofd bij toto. Lekker Tim Racer. Is bijna... Geen goed teken. Nee, x'je. Oh nee, ja, x'je is... De meeste voetballers zijn... Nee, een 2'tje is meer. Tweetjes meer. Waar ligt die telefoon? Het shot ligt die naast het gaspedaal of zo? Ja, jongens, die nieuwe technologie, dat is voor mij helemaal niks. We kijken wel allemaal tegen je op. Dit is al geweldig voor mij. Hey, maar Christian, zal ik even... ik ga me zo ook aan jullie stellen. Utrecht, ik vraag hem even hier in de studio. Utrecht heeft heel veel aanvallers. Maar die scoren allemaal niet zoveel. Wie is de meest scorende aanvaller bij Utrecht? Kerk. Wie denken jullie? Van der Streek. Nee, Kerk. Oké, Kerk is goed. Nummer 2? Van der Streek. Nee. Venema. Ja. 6 goals, Kerk. Nicky, 4. Nicky Venema. 4 goals. Goed. En Van der Streek? Van der Streek, minder dus. Ja, dat... Ja. Wie? Ja, maar is dat een aanvaller of is dat middenvelder? Hier, middenvelder. Goeie vraag. Ja, maar die staat toch altijd in de spits? Ja. Valse spits. Valse 9. Maar goed, als we kijken, dat is Utrecht. Utrecht een beetje kwakkelen. Nee, nog 1 vraag over Utrecht. Advocaat dus niet naar Feyenoord. Waar gaan we Dickie volgend seizoen zien, denk jij, Christian? Jeetje, dat is een goede vraag. In ieder geval gaat hij weer ergens trainen. Dat is 100% zeker. Want hij heeft weer gezegd, ik ga weg, de VAR blijft. Nou, die gaat weer. Maar hij moet in Nederland zijn, hè? Hij mag niet meer naar het buitenland. Van wie niet? Ik heb tijdens de boekpresentatie van zijn vrouw, heeft hij ook beloofd.
Dus ik heb tijdens de boekpresentatie van Cor heb ik ook nog even met advocaat en met ook mevrouw advocaat gepraat. En die herhaalde dat nog maar eens. Dat, hij heeft een mooie carrière gehad, nu even Nederland. Het is wel even mooi. Maar dat duikt natuurlijk weer een ploeg op die hem wil hebben. En dan niet misschien in juni, dan wel in oktober of zo. Ja. Heeft Gala al een trainer voor volgend jaar, Jordi? Je vaatje heeft hem erbij getekend. En hij is natuurlijk bij Fenner geweest, dus maar, dat gaat niet op. Nee? Nee, maar een club voor Dick Advocaat in Nederland, nu hierna Pek? Nog. Almere City? Nou, ja, dan mogen ze wel iets meer seizoenkaarten Dan kan hij wat opbouwen. Ja. Nou, daar gaan we ze proberen te trekken. De enige, Vitesse misschien als optie? Ja, ik weet dat, niet. Dat Dick Advocaat nog zegt van, ik doe dat. Ja. Want veel is er niet over, toch? Of hij heeft er al gezeten, of het is niet in... Ja. In Nederland? AZ? ADO? ADO eindelijk. ADO eindelijk, ja. Ja. Toch? Nee? Jij ziet hem niet... Hij zegt AZ, maar ik kijk hem aan. Die hebben toch net een nieuwe trainer? Oh ja, ja. Nee, maar Groenendijk gaat ook zijn contract verlengen. Wat zeg je? Groenendijk gaat toch ook zijn contract verlengen? Ja, oké. Okay. Ja, dus Zwolle is niet zo'n slechte optie, wat jij zei. Nee, we gewoon even een beetje rouleren. Dik advocaat, kom op jongens. Ja, maar... Dat was ook bij Sparta. Goed zeg. Ja. Bij Sparta. Ja. Toch denk ik dat er, maar dat is misschien mijn naïviteit, dat er bij Sparta met externe sponsors iets meer te betalen valt dan bij PEC Zwolle. Wat denk jij, Christian? Wat was de vraag? Christian is gewoon naar huis aan het bellen. Nee, of het een optie is dat hij naar PEC gaat. Advocaat? Ja. Ja, waarom niet? Ik denk dat hij, als ze hem vragen, zou het zomaar kunnen dat hij het doet. Ik denk niet dat ze hem gaan vragen. Ik denk dat ze een andere oplossing zoeken. Ja, welke ga je dan natuurlijk vragen? Dat weet ik nog even niet. Daar heb ik nog niet lang genoeg over nagedacht. Er is een optie die in de chat wordt geopperd. Alex Pastoor. Nee. Ik hoop wel in de wangelgangen. Bij Zwolle. Oké. Dick Advocaat. Waar ze altijd wel geld hebben. En ook al hebben ze geen geld, dan zorgen ze dat ze geld hebben. Of dan zorgen ze dat ze geld krijgen van de gemeente. FC Twente als ze promoveren. Nee, dat gaat hij echt niet doen. Nee? Nee. Ik vind het is wel een grote club. Ja, maar Twente is toch, als ze promoveren, is dat gewoon op basis van... Hey, maar op emotie, dan blijft die... Poesiets, maar dan verliest hij 5 keer op rij. Ja, en dan gaat hij eruit en dan erin stappen. Ja, ja nou ja. Ver weg. Ver weg, goed. Christian, het tweetje was voor mij iets 2,5 keer je inzet. Het tweetje was 4,4 en een x is 2,2. Nee, dan moet je echt voor een tweetje gaan. Want statistisch komen gelijke spelen ook veel minder voor dan winst of verliezen. Dus. Christian is van de statistieken. Ik dus. Ik precies. En ik wed ook wel eens op wedstrijden. Dus nee, oh. Echt. Lekker. Ja. Ik nooit. Dat mag gewoon toch? Als Fox Sports. Ik verlies altijd, dat dan weer wel. Oké, heel goed. Trouwens, we wilden het hier nog even hebben over. We hebben in Groningen spitsen die niet zoveel scoren. Kai Sierhuis is de winterstop redelijk goed uitgekomen. 2 goaltjes tot nu toe. Afgelopen weekend, als hij maakt, die actie. Zo. Zo, zullen we even naar kijken. Ja, Christian kan dit twee niet keer, zien. Hè? Twee keer. Och, ja, die bal die even opwipt of meeneemt en dan met zijn linker. Ja, dit is echt een fantastische actie. Hoeveel denk je dat Kai er gaat maken dit seizoen nog voor Groningen, Christian? Jij zegt 2 doelpunten is aardig, maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet zoveel in 7 wedstrijden. Op het moment dat hij alles gespeeld, als ik me niet vergis. Maar ja. ik denk dat hij gewoon dat ritme nodig heeft. Hij heeft het vertrouwen van de trainer, hij wordt altijd opgesteld. Met Mahir is een goed koppel. Dus ik denk dat hij er nog 5 in gaat schieten. Dus hij komt op 7. Dat is niet slecht, dan loopt hij ruim 1 op 2. Je zet in op 8, hoger. Ja? Je ziet hierin best wel hoe oneerlijk het is qua beoordeling. Omdat het is gewoon een hele sympathieke jongen die zijn best doet. Maar inderdaad, zijn cijfers zijn niet spectaculair. Als dit een of andere spits was geweest uit Noorwegen die we niet kenden, die binnengehaald was als de nieuwe spits en die scoort 2 keer in 7 wedstrijden, dan schrijft iedereen die spits al af. Ja, tuurlijk. Dus dat is in de beoordeling, ja, hoeveel die er gaat maken. Ik hoop maar ik vind wel een veel. Verschil is, want Veldwijk kwam daar natuurlijk ook binnen met veel verwachtingen, alweer 2 seizoenen geleden, of 1,5 seizoen geleden. En het verschil is wel dat Kai Sierhuis wel iemand is die ook wel past bij het Groningen publiek. Hard werkt, gooit er wel eens een tackle uit als aanvaller. En als je blijft ook kijkt lopen. Naar zijn balcontacten, dan is hij ook gewoon heel erg belangrijk voor de opbouw van de aanval. Hij laat zich best wel vaak uitzakken en heeft gewoon best wel veel balcontacten. Snap je wat ik bedoel? Dat is ook wel hoe ze naar hem kijken. Het is wel iemand die alles geeft voor de club, zoals het zo theatraal mooi heet. Maar dan ga je dus vaak heel hard werken zonder echt rendement. En dan vindt iedereen duimpje omhoog. Ja, inderdaad. Christian,
Misschien krijg je nog via Twitter wat tips door van mensen waar je kan eten in Utrecht, dat je niet in het stadion hoeft te eten. En misschien nodigen mensen wel thuis uit. Of je daar een bakje... Jean-Paul Rizon die zal wel... Kijken. Jean-Paul Rizon kan heel veel. Ik weet niet of hij kan koken. Zeker. Maar hoe zou mooi dat zijn? Hij houdt wel van eten. Is dat zo? Jean-Paul? Ja? Ja, dacht het wel. Laatste tijd. Laatste tijd ook. Nou, goed. Ik probeer wat lekkers voor je te regelen, Christian. In ieder geval goede reis. Geniet ervan vanavond. Goed gedaan. Veel plezier allemaal nog. Ja, goede reizen. Hoi. Bye bye. Dit is wel zo mooi. Die telefoon. Hoe die, ook die ligt gewoon naast zijn gaspedaal of zo. Dat hij op een gegeven moment gewoon gas geeft op die telefoon. Af en toe zie je gewoon die broekspijp gewoon in beeld komen. Oh, goed. Als ik nu een brugje maak, waar denk je dat we dan naartoe gaan? Ja, dan nou kan ik het wel raden. Nou, zeg het maar. Supersnel totenronde. Lekker, Lars. Ja? Jezus. Goed, Lars. Ja. Welke wedstrijd heb jij? Vef. NEC Roda. Eentje. Een eentje, ja? Ja. Topos FC Twente. Oeh. Oeh. Was eigenlijk de megastunt aan het begin van het seizoen, hè? Toen Os won in Enschede. Ja. Eentje. Eentje? Zo. Zo, 4,70. Zo. FC Volendam, Go Ahead Eagles. Ja, dat is... Dat zijn duels die voor mij altijd vrij pijnlijk zijn. Keertje misgegaan, hè, in de play-offs. Behoorlijk. Nee, ja, eerst uit met de kampioenswedstrijd. En toen zijn we in de play-offs nog een keer gegrepen. Ja. Kan ik nog een mystery guest inzetten? Ja, dan kijk je mij aan. Jij hebt kan er twee op de wedstrijd Volendam Go Ahead beter voorspellen dan degene die het vorig jaar goed had. 4-3. Wist je nog, Lars? Goeie oude tijd. Wonnen we nog wel eens. Dit jaar met een iets wat gekleurde oranje bril zeg ik 2-2. Allebei een puntje. Hey, even serieus. Wat zeg je? Volg jij Kees? Tuurlijk. Nee, ja, dat zeg... Nee, maar Lars doet dat dan niet, hè? Nee, daarom. Ja, maar wat zeg je dus? Ik ga een eentje zetten. Ja, lekker. Waarom überhaupt vragen we mensen om Lars advies te geven? Nou ja, er gaat vast wel een keer een moment komen dat ik meega, maar... Dit ja, is bijna gewoon, 22 is een kwartering. Hulde daarvoor. Ja, maar goed, bij Go Ahead missen toch Veldmaat en Stans. Hey, is het trouwens... Ja, prima. We kunnen door. Freesia, is het iets dat jullie op de redactie leren of zo bij Fox? Gewoon zo skypen? Heb ik ooit slecht geskypen? Ja, ik wil altijd braaf mijn oortjes Christian mee. Christian Willaert. Ik zie Kees Kwakman. Casey. Zo ja, goed, Kees ook zo. Kijk, dit gaat hartstikke goed. Pascal, is er entertainment op de achtergrond? Maar dat is de grote vraag op de vrijdagmiddag. Is er entertainment op de redactie? Leven op de redactie? Niet zo heel veel, zoals je ziet. Oh. Kijk, die kant niet. Die kant helemaal niemand. Nee, het is niet zo heel veel leven. Ja, ik zie Deen daar op de achtergrond. Die kan wel leuk dansen altijd. Deen? Ja, Deen. Deen, doe even dansen. Ja. Ja, dit valt me tegen dan weer. Heel goed. Ze hebben er allemaal lekker zin in, Pascal. Overigens, voordat ik het met jou over voetbal ga hebben, kan jij zo even Christian appen? We hebben van je boy Koen een eettip in Utrecht gehad. Dat is Sushi Today. Dat is in het stadion. Onbeperkt suipen en eten voor 35 euro. Dat is een hele goede voorbereiding. Ja, je weet toch dat ik me alleen met serieuze zaken bezighoud? Nee, maar dit is voor Christian. Ja, dat zeg ik. Je weet toch dat ik me alleen met serieuze zaken bezighoud. Heel goed. Nou, laten we het dan maar over het voetbalgedeelte hebben. Wat is de wedstrijd van vanavond? Nou, de wedstrijd? Ja, Topos tegen Twente natuurlijk, toch? Ja? Niet? NEC Roda? Ja. Ik zat zo naar het programma te kijken, er was niet eentje voor mij. Waarom vind jij Topos Twente de wedstrijd? Nou ja, omdat er gewoon een prijs op het spel staat. Ja. Dat is eigenlijk de enige reden. Het gaat ergens om. Een periodetitel, die kunnen ze pakken vanavond. Dus ja, dat is de wedstrijd wat dat betreft voor mij. Als je gewoon naar het voetbal kijkt, dan heb je misschien dat wel gelijk. Alhoewel, ik wel denk dat Twente het daar nog wel eens lastig zou kunnen gaan krijgen. Maar goed, dat moeten we nog gaan zien. Ik kijk even naar de man hier rechts. De KKD-kenners, Koen en Tim. Nou, volgens mij gaat het niet heel erg goed de laatste tijd met Topos, toch? Nee. En Twente die moet nu gewoon echt voor het kampioenschap gaan. Dus ik denk dat Twente daar... Ja, dat is waar. Ja, Twente maar vorige week natuurlijk twee punten laten liggen in Kerkrade. Ja, juist daarom. Even in mijn geheugen graven, want volgens mij, Tim, met de Almere hebben jullie het ook lastig gehad daar, toch, of niet? Tegen ons was een van onze minste wedstrijden, ja. Maar toen zaten ze er wel, zaten er wel heel goed in, hoor. Dus gaven ze echt helemaal niks weg, die fase. Toen hebben ze volgens mij 3 doelpunten in, weet ik veel, 10 wedstrijden ze weggegeven, die tijd. En wij hadden heel veel moeite met dat 5-3-2 of 5-2-3. Ja, en nu, maar dat is natuurlijk sowieso wel een beetje hun kracht, toch? Ja, zeker. Maar laatste weken, wat ik gezien heb op de samenvatting, ik moet dan eerlijk zeggen, dat zijn alleen samenvattingen, is het wel iets fragieler. Ja. En we top hebben gewoon gewonnen in Enschede, toch? Eerder dit seizoen. Klopt, maar ze zijn wel kwetsbaarder dan voor de winst. Ja, klopt. Ik vind het zo gek dat Stroot, die zit er niet meer bij nu al.
Maar misschien geblesseerd, maar... Nou, Volendam. Maakt niet uit, ja. Kijk jij nog met speciaal interesse vanavond? Schakelprogrammetje? Ja, dat vind ik altijd wel leuk om te kijken. Maar ga je dan... Want, ik kijk met name ook naar de posities een beetje rondom ons. Ja? En ja, je wilt toch altijd weer een plekje stijgen, dus... Dordrecht, die staat op 1 punt van ons. Ja. Vind ik dat wel lekker als die verliezen. En Jong Utrecht staat op? 7 punten onder ons. 7 punten. Dus daar maak je eigenlijk niet zo... Die spelen bij Jong PSV, toch? Ja. Ja. Dus daar kijk je nog niet echt... Nou, wat ik zeg, kijk gewoon naar de ploegen rondom ons. En ja, na Dordrecht is Telstra de volgende. Maar die spelen tegen elkaar vanavond. Ja. Gelijkspelletje. Zou mooi zijn. Gelijkspelletje, inderdaad. Heel goed. Ja, Pascal. NEC Roda is natuurlijk inderdaad ook een mooie pot. Inderdaad. MVV Almere doet er natuurlijk ook toe als het gaat om de pure. En ik vind Volendam Go Ahead van wel een leuke wedstrijd ook. Ja, en bij MVV, het is MVV Almere? Nu? MVV Almere, ja. Ja. Dan is het Ole Tobias die terugkeert bij zijn oude club, toch? Moest je niet heen. Ja, zeker. En volgens mij was het niet allemaal roze geur en maneschijn in zijn periode daar. Is het niet helemaal... zonder slag of stoot voorbij gegaan, zeg maar, ook niet vertrokken. Dus daar zal nog wel wat extra gevoel zitten bij. Ik ben benieuwd hoe hij wel zijn vrouw komt uit Maastricht. Oh, daar heeft hij iets aan overgehouden. Precies, dat wilde hij ook graag inderdaad. Hij wilde graag daar punten pakken, want dan kan hij zijn schoonfamilie de hele avond en het hele weekend nog lastig vallen. Maar volgens mij is de periode dat hij spelen was daar. Was het ook niet zo dat hij een functie aangeboden had gekregen of dat hij dat graag wilde en dat hij dat eigenlijk niet werd? Zoiets was ook nog volgens mij. Dus, kijk even naar de MVV-kennis. Ik zou dat ook echt niet weten. Nou, nooit gevraagd. Maar volgende week wel even, Pascal. Ja. Kom maar terug. Doe maar even. Maar het is inderdaad... Ja, het is een beetje een programma. Normaal kan je wel... Ik zat ook te kijken met mijn totetje. Het is niet echt een lekker makkelijk totetje invullen deze week. Is het nooit? Nou. Nee. Ik heb de laatste week wel aardig geld gemaakt. Ik vind het echt onvoorspelbaar. Hoor. Dat is niet normaal. Af en toe. Ja, af en toe wel, inderdaad. Maar meestal gaat nergens over. Ja, meestal eigenlijk gewoon, ja. Nee. Ja. Goed. Maar jullie denken dus wel, begrijp ik, dat Twente vanavond gewoon die periodetitel gaat pakken? Ik denk dat Twente niet wint. Ik denk dat Os wint. Ik denk ook dat Twente wint. Nou, als we het als Vreese aan Jordi mogen geloven. Dat het dus best lastig is inderdaad, die voorspellingen. Oké, ben jij eigenlijk... Jij bent niet van de weddenschapjes, hè? Inzetten. Nee. Christian Wielaert openbaarde dat net. Dat hij dat stiekem wel af en toe doet. Niet veel geld pakt. Hij verliest heel veel, zegt hij. Hey, volgens mij doet iedereen het hier bijna, behalve Vreese en ik. Echt? Alhoewel, Vreese weet ik eigenlijk niet. Nou, ik zie hier een klein glimlachje. Hier een glimlachje. Ja, dat, zo. Goed. Duizend euro Twente staan vanavond. Je moet maar even zien als Os wint vanavond, hoe Vreese reageert. Pascal, veel plezier vanavond. Komt goed. En tot snel. Wat weer een mooie avond. Yo. Yes, goed. Tot snel. Hoi. Tussen. Niks. Ik vind trouwens NEC Roda wel interessant, daar hebben we niet over gehad. Maar dat NEC natuurlijk gewoon tegen ons 5-0 wint. Wat echt belachelijk van ons was trouwens, vind ik. Dat is goed, leg maar neer. Was mijn telefoon. En dat die vervolgens dan weer vorige week volgens mij gelijk spelen of verloren hadden. En dat ze daarvoor ook maar van de 5 maar 4 keer gelijk gespeeld en 1 keer verloren hadden. Dus eigenlijk helemaal geen punten bijna gepakt hebben. Nee, Roda is wel een belangrijk potje voor ze. Ja, trouwens inzet op de KKD is niet altijd makkelijk volgens jou. Maar voor mij de Turkse Super League ook niet, toch? Nee, niet echt. Niet echt. Als je kijkt dit seizoen, onder de bovenste 3, dat is daar volgens mij maximaal 10 punten uit elkaar. Dus ja, je had bijvoorbeeld Kasımpaşa, dat heeft heel lang tweede gestaan. Ja. En die kijken nu, zijn ze bang voor degradatie. Maar ja, jouw grote, of in ieder geval de grote vijand van Gala, Fenner, moeten zij nog vrezen voor degradatie? Bijna niet meer. Ze hebben na de winterstop wel wat belangrijke wedstrijden gewonnen. Waaronder de laatste 3-2 tegen Rizespor. Ik denk, als ze die hadden verloren, dat ze echt wat... Ja, je moet gewoon zien... Je gelooft het niet, zeg maar. Je bent 23, 24 weken ver en dan moet je toch een keer omgaan van nou, het is wel een serieuze optie. Nou zijn er voor hun gelukkig een paar onder die gewoon helemaal geen punten pakken. Nee. Maar er waren dus 1 of 2, de laatste 3 gaan er rechtstreeks uit. En wat is het dan, de 16e plek, die kwam wel heel erg in de buurt. Okay. Nog punten is dat? Ja, volgens mij staan ze 4 of 5 punten boven de streep. Boven die 16e plek. Ja. Maar zou je het mooi vinden als ze degraderen of baal je er dan van? Ik ben van mening dat je altijd je rivaal nodig hebt. Ook in de tijden dat Feyenoord het slechte doet, hoop je toch altijd dat ze een beetje terugkeren voor het belang van die wedstrijd. Want Beşiktaş is dan zeg maar een soort van, net als Ajax PSV, een beetje eenkantige rivaliteit. Voor een keer
is het natuurlijk wel humor, maar dan moeten ze wel meteen terugkomen. Maar hoe is het met Kadıoğlu? Dat kunnen we beter aan hem en zijn omgeving vragen, want die maakte amper minuten. Hij speelt volgens mij wel af en toe bij Jong. En dat zit af en gewoon toe bij Jong, af en toe bij Jong. Maar dat is ongelooflijk. Ja, maar dat weet je, dat weet je toch gewoon. Verrassing. Hoe kan je nou? Je kan toch niet van NEC naar Fenerbahçe, waar het, nou, als je twee keer verloren hebt, waar ze helemaal knettergek worden. Dan ga je toch niet een tiener. Die krijg je toch nooit een speelminuut. Dood aan, jongens, dit is toch, Koen is toch dood en doodzonde. Zo'n goede voetballer. Niet voor zijn bankrekening. Wat zeg je? Niet voor zijn bankrekening zonder. Ja, maar ik denk dat dat dus... Ja, nou, ja, kijk, misschien in verhouding met NEC wel. Maar het is toch ook... Die jongen heeft zich niet financieel onafhankelijk gespeeld. Nee, hij komt ook niet daar binnen. Denk ik. Wat? Ik dacht, toch geen 3 miljoen daar? Nee. En je moet het maar zien of je het krijgt altijd daar. Ja, hij had ook gewoon prima bij Heracles kunnen spelen of zo. Ja, of andere. Er zaten genoeg subtoppers hier in Nederland achter hem aan, dat toch? Dat hij ook niet verhuurd is dan. Ja, maar echt spelen. Ik denk dat hij bij Heracles bijvoorbeeld had hij gewoon kunnen spelen. Dit ja, ja, ja. Ja, maar en je moet natuurlijk... Ik neem aan dat er een gesprekje is geweest met Philip Cocu. Die heeft natuurlijk ook gedurende de periode dat hij was en Erwin Koeman ook allemaal niet eens op de bank gezet. Nee. Hij heeft laatst al had hij niet in de Europa League gespeeld of zo? Wat was het? Hij heeft toen een keer in de beker gemaakt. Heeft hij volgens mij in de beker heeft hij volgens mij zijn eerste minuutjes gemaakt. Maar ik heb hem toen gesproken bij Jong Oranje. Ik geloof in oktober of zo dacht ik dat het was, ja. Of eind september. En toen had hij wel nog wat gespeeld. Maar toen merkte ik al wel zeg maar aan de manier hoe die hoe die erover aan het vertellen was. Hij moest natuurlijk wel gewoon een beetje politiek correct blijven. Maar het niet heel veel geduld toen al. Dat is ook opmerkelijk dat je aan de ene kant een hele verstandige beslissing neemt om voor Jong Oranje te spelen en aan de andere kant naar Fenerbahçe gaat. Ja. Ja. Ik denk ook heel cruciaal voor zijn verdere interlandloopbaan deze beslissing. Ja. Want die leeftijd die hij nu heeft, ja. Ja, ze zijn zo belangrijk om gewoon die minuten te maken. Hij is er toch ook heen gegaan met het idee van, stel je voor dat ik wel doorbreek. Dat gevoel. Ja, maar je weet dus niet. Tim, ik denk dat hij tegenover mensen heeft gezeten die een heel goed kunnen lullen. Ja, daarom. Ah, maar dat blijft. Dan zelf denk van, stel je voor dat het wel lukt, hè, de voorbereiding. Dat ik lekker erin zit. Ik hoop niet dat daar een rol voor Cocu in zat. In de valse verwachtingen, zeg maar. Kijk, zo'n technisch directeur en de voorzitter van de Turks Club, die vertellen je alles. Die zeggen dat je de nummer 10 wordt en dat ze de aankomende 10 jaar op jou gaan bouwen. Maar er is gewoon een Nederlands trainer waar je tegen kan vragen van, luister, dit is je selectie. Ja. Maak ik enigszins kans om erbij te komen. Maar nou, de 16 te zitten bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou, dat zat er niet in. Maar gaat Elia kampioen worden met... Ja, ik hoop vooral Elias natuurlijk van de social media dat hij al zijn volgers uitnodigt, anders wordt het een klein feestje. Ze hebben geen supporters, dus hij gaat wel kampioen worden, maar het valt met niemand te vieren. Başak Şehir. Zeker staat hè? Ja, staan bovenaan. Ja. De vierde club eigenlijk. Die toch, hebben van geen Istanbul. Supporters, komt er ook niks bij dan? Helemaal niks. Dat vind ik gek. Helemaal niks. Is het is de vierde club toch in Istanbul? Nou ja, nee, want tweede en derde divisie clubs hebben meer achterban dan dat zij hebben. Maar die gewoon ouder zijn, ja. Ja. Dus okay, het is ja, maar, zeker niet... Wel dan? Gewoon sponsoren of zo? Of, Rijke eigenaar. Zij zijn niet beursgenoteerd. Dus zij zijn de enigen die niet open kaart hoeven spelen. Wat spelers verdienen, wat er binnenkomt, et cetera. Maar wie zit er achter qua geld? Dat weten we niet. Nee, echt niet? Nee, dat weten we echt niet. Volgens mij heb ik wel een keer gehoord van Vincent. Die is... Het is... Maar wat is het? Het is een beetje conspiracy theory. Maar de gedachte is dat zij de club verkoop klaarmaken. Bien heeft de rechten van de Turkse competitie, Arabische instantie, Arabieren zouden graag willen investeren, zoeken een panklare overname. Fener, Beşiktaş, Galatasaray kan je niet overnemen. Dus Champions League, titeltje, instappen. Dat moet de titel van... Ah, vorige week krijgen ze weer zo'n lachwekkende penalty. Nee, ja. Ik zat helemaal te wachten, ja, maar die helemaal losgaat. VAR. Ja, we gaan het niet meer over de VAR hebben, jongens. We hebben het genoeg over de VAR gehad. Letterlijk, hè. Arda Turan, ik zat je zo naar de uitzending. Die Arda Turan, die dribbelt de 16 in. Die loopt keihard tegen die verdediger aan. Hij krijgt een penalty mee. Hij gaat mee. Ja, hij krijgt hem mee. Dus ja, dat is gewoon een beetje vermoeiend aan de competitie. Is je pof op boek bij Fortuna? Ja. Nou, nee, dit is echt 3 keer erger. Ja, wel. Ja, een stukje erger. Stukje erger. Maar goed. Galla? Het seizoen. Redelijk kansloos uitschakeld tegen Benfica. Dat was wel jammer, want Benfica vond ik niet zo sterk als dat ze kunnen zijn. Veel jonge jongens, wel gewoon goed in de discipline, maar niet zo heel sterk. En in de competitie hebben ze het afgelopen weekend een beetje vergeven. Ja. Er is zo'n situatie als dat hier ook wel eens plaatsvindt. Als Feyenoord tegen PSV help je de een of help je de andere. Fenerbahçe die moet dit weekend tegen Başak Şehir. En ondanks dat ze een dramatisch seizoen hebben, is dat wel een van de weinigen die een puntje kan pakken. Maar volgens mij de eigen achterban zegt zoiets van, laat maar lekker lopen. Voor mij, wat ik net las, 2 punten maar boven de streep hoor. Twee punten? Ja. Ik zal nog even checken. Dat zou echt betekenen. Dan moet de nummer
16 vorige week gewonnen hebben. Even kijken, want nummer 16 heeft 26 punten en verder heeft 28. Ja, nee, wie is nummer 16? Wie is nummer... Ja, wie is Gusteppe. Gusteppe, die heeft vorige week gewonnen op maandag, denk ik. Excuus voor de uitspraak. Geen probleem. Goed. Zijn er nog... Wat wil je nog meer kwijt over de Turkse Super League? Nou, ik weet niet, zitten er nog bekenden die het een beetje goed doen? Van bekenden, van ons? Nee, gewoon Nederlanders of zo, weet je. Oh, bij Boluspor zat Poupon, toch? Ja, tweede divisie. Daar zit, hoe heet het, dat ik laatste filmpje van de slotfase bij Denizlispor. Daar speelt Ismail Assati. Assati, die maakt daar gewoon zijn minuten. Wel ontzettend leuk om te zien dat hij daar gewoon in de luwte lekker aan het voetballen is. Ik zeg dat onze grote vriend weg was, die de begin van het seizoen nog zo goed doet. El Kabir is weg, toch? Nee. El Kabir zit, heeft wel volgens mij een beetje problemen gekregen rondom de winterstop. En, want hij werd binnengehaald bij Ankara Gücü en dat was... Veel gelach, omdat hij nogal strak in zijn shirt zat. Maar hij heeft het tegendeel bewezen aan alles en iedereen. En dat heeft hij ook een aantal keer herhaald. Door een hele belangrijke en veel doelpunten te maken. Want dat begon natuurlijk fantastisch bij met Mokhtar samen. Allebei zijn van het toneel verdwenen. Ze hebben in de winterstop nieuwe gasten gehaald. En die spelen nu elke week. Mustafa El Kabir is niet langer spelen van Ankara Gücü. Ja, Gücü. Hij is weg. Ja. Maar waar gaat de speler heen? Dat is zo'n grote ja, volgens mij de laatste jaren doet hij het best in Turkije. Dus misschien wel ergens anders onderin. Elvis Manu gaat degraderen waarschijnlijk. Speelt wel sterk. Dennis Turuc, wekelijks de grote man. En Thierry, sinds dit seizoen bij Kayseri ook. Vanuit China naar Kayseri? Ja, doet het ook echt heel goed. Wat een carrière, hè? Groningen, Queen's Park Rangers, China en nu Turkije. Kayseri Sport. Prima. Zou jij dat nog willen met je trainingscarrière? Naar buitenland? China, Turkije, Engeland... Ja, je weet het nooit. Nee, maar zou je dit worden? Nooit, ja. Ja, ik ben nu aan het begin van mijn training. Ja, tuurlijk. Dat weet je nooit, ja. Nee. Want ik zat me net nog te denken, hè, je kijkt nu een beetje om je heen, ook vrijdagavond, schakelprogrammetje. Waar moet je met jongens uit op richten? Want dat lijkt me zo lastig. Nee, voor mij is het allerbelangrijkste dat die jongens straks in de ESL gaan spelen. Ja. Dat is eigenlijk het hele jaar door. Ja. Je bedoelt meer resultaatgericht, daar moet je nog op richten. Nou, we willen wel zo hoog mogelijk eindigen, dus we willen wel eigenlijk Dordrecht nog pakken en Telstra het liefst nog pakken. Alleen het allerbelangrijkste is dat Kenzo Goudmijn over een paar jaar in het eerste staat. Of ja. Nog een aantal jongens. Ik heb wel van hem genoten hoor, maandag. En ik hoorde vanaf de zijkant nog wel een paar keer zakelijk en balbezit op het eind. Maar het is wel, ik weet niet of jullie hem al een paar keer hebben zien voetballen dit jaar. Nou, jij hebt misschien nog tegen hem gespeeld. Ja, zeker. Jij was niet zo onder indruk? Ik wel. Ja, van de beelden vond ik hem. Ja, in de wedstrijd heb ik dat gevoel nog niet gehad. Echt. Okay. Je moet het niet altijd met jezelf vergelijken, hè, Tim. Nee, niemand. Het is gewoon een leuke voetballer. Maar niet te lat te hoog leggen. Ik vind het een heel groot talent. Want ik heb die beelden van Wijskou die wel wat zien. Het is echt een groot talent. Als je ziet hoe die gewoon de balbehandeling. Over zijn schouder kijken, ruimtes, inzicht van ruimtes, dat hij allemaal. Jullie zijn met jongens toch enorm content dat jullie in de keukenkampioenvisie spelen? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik hoorde Jan de Jong bij... bezig met Feyenoord deze week, hè? Ik zat hier redactiepodcast geluisterd. Zag je dat ook? Stom, kom uit Joren. Nee, ik vind het zo raar dat je dan bij Feyenoord gaat roepen, Jan de Jong, die gaat roepen, ja, voor mij bij Jong AZ en bij Jong Utrecht zijn ze ook helemaal niet content met de keukenkampioenvisie. Dat ik denk, als je nu Jong AZ ziet... Weet je, als je ziet de ontwikkelingsspelers, maar ook bij Jong Ajax hebben we het over gehad. Over al die jongens die nu in het eerste staan. Is het toch een ideaal... Je kan toch nooit de overweging... Dat Jong Feyenoord, dat speelt toch niet eens elk weekend? Ze hebben geen elftal niet meer. Die spelen... Opgeven. Maandag, nee. Ze spelen nog wel een wedstrijd, maar... Heel af en toe spelen ze een potje. Door de week opgeven en de maandag spelen ze nog een wedstrijd. Maar volgens mij kan je nooit... zo erg tegen de keukenkampioendivisie zijn... dat je ervoor kiest om geen wedstrijden te voetballen. Ja, nee, maar... Ja, goed. Maar ik denk, check het even. Maar ik denk dat voor jullie... zeker als je ziet hoeveel jonge jongens nu bij het eerste... Dat is echt top. Ja, toch? Top. Ja, je speelt jongens die 10 jaar oud zijn. Ja. Die hebben wat meer ervaring dan om echte details... maken onze jongens daarin gewoon mooie stappen nu. En, Trainers willen beter maken, toch? Nou, dat lijkt me de ideale situatie. Als je het eerste hebt wat meewerkt om talenten de kans te geven... Zeker. Kan je ze mooi klaarstomen. Ja. Tim, sterkte jongen. Ja, bedankt. Ik denk dat we hier de komende week wel. Tot dinsdag. Tot dinsdag, ja. Ja, ik moet nog wel naar de club toe nu. Ja. Af en toe. Nee, ik ga wel gewoon. Ik moet optreden voor mijn operatie. Dus. Optreden? Maar optreden? Nee. Ik moet me optreden. Mijn been, mijn knie. Oh, je optreden. Optreden. Huur ook optreden hier. Ja, dames en heren. Ja, een dansje doe ik. Live vanuit Amsterdam. Tim Reiser weer met de hits. Nee. Optreden van je knie. Yes. Beter voor je revalidatie, toch? Ja, alleen voor de operatie en vervolgens voor de revalidatie. Okay. Maar ik denk dat we je komende weken wel hier veel zullen zien, toch? Ik zal af en toe even een belletje doen naar Almere City. Even rekening houden dat hij hier vaak zit. Jordi Amali. Ja, nieuw Peter. Met denk ik het allermooiste shirt wat je ooit aan hebt gehad in deze studio. Nou, in die andere studio. Mooie timing. Had hij nog wel eens een ander shirt dan. Ja, wat een timing. Dankjewel, jongen. Graag gedaan. Ga je naar de volgende uitwedstrijd?
Ja, er hangt dan zo'n zweetje omheen als je het nooit meegaat van ja, jij moet de volgende ook mee. Dus even kijken wat het wordt. Ja. Maar waar hoop je op? Ja, ik Spurs. Nee. Ah, hoop je zeg maar een mooie wedstrijd? Ja. Hoop je, dan hoop je op Barca of City? Ik heb echt nog nooit iemand begrepen die een pool loopt met Real, Dortmund en Paris Saint-Germain. Dat is een prachtige wedstrijden. Geen kans toch? Nee, dat is waar. Dus ik, ja, maar ja, Real ook geen kans, maar hadden we. Normaal gesproken denk ik dat ik nooit voor Porto zou gaan, omdat het Portugees hier gewoon niet ligt. Maar ik heb ze dit jaar, ik denk wel een stuk of 5 keer gezien live. Doe maar Porto. Niet Schalke? Of Lyon? Als Schalke doorgaat, sowieso Schalke. Kom daar even. Ja, wat? Dat is geen wonder van Sylvie. Ja, als Schalke doorgaat, 100% Schalke. Lyon anders gaat Porto. Flikken. Het zou wel passen bij de achtste finale. Lyon wordt hier gezegd, hè? Lyon gaat gewoon flikken. Als Lyon uitgoaltje, als ze daarmee kunnen stunten. Dan, Feffi, kun je de kamer pakken? Hoeveel geld moeten ze inzetten op Ajax die de Champions League wint bij Toto? Poeh, ik heb zelf 100 gedaan op winst Real en dat was gunstig. Ik zou dat aanhouden. Lekker zeg. Frey, dankjewel. Ga je nog iets leuks doen op deze speciale dag voor jou? Ik ga zo een hapje eten en morgen voetballen en dan heb ik ADO Heerenveen. Voel je vandaag speciaal op deze internationale vrouwendag? Nee, echt totaal niet. Ik heb hier echt helemaal niks mee. Iedereen, ik heb... Nee, vind het belachelijk? Voor mij. Nee, ik vind het niet belachelijk. Ik hou niet van dat hele feministische gedoe en alles online. Nee. Krakertje morgen? Of simpel? Wat, ADO Heerenveen? Jij. Oh, ik? Nou, wij zijn koploper. We staan 4 puntjes los. Ja, we moeten volgens mij tegen nummer 3. Ja. Zijn er nog kaarten? Burg, ja, 3. Zijn nog kaarten beschikbaar? Hoe laat? Dus, spelen om 11:15 thuis. Het is pas 11:30. Ja, dat volgende is toch keer, weer jammer. Keer. Ja, maar dat zeg je altijd. Dat zeg je al 3 jaar. Goed, Lars, dankjewel. Ja, ik ga naar mijn moeder. Ja. Die is jarig. Leuk. Ja. Wisten we nog niet. Van harte. Ik was te laat. Bedankt. Goed, Nicky bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Geniet van het voetbalweekend, zou ik zeggen. Wartburgia 3. Zijn nog kaarten. 11:15. SC Diemen 2. Hoe laat? 12 uur tegen hem. Ja, je weet wat het Anker-spoor. Oh! Ik zou zeggen, als ik mag zeggen, het is welke wedstrijd. Ga naar Diemen 2 kijken tegen Anker-spoor. En mocht je wat gescheld zien van de Turkse spits van Diemen 2 na het bestuur van Anker-spoor, dat is onze eigen Jordi Amali. Dus zeer vermakelijk. En natuurlijk heel veel meer voetbal. Maandag natuurlijk de redactiepodcast. En komende dinsdag om 16:30 zijn wij er weer. Graag tot dan. Thank you.